Middernacht, het begin van maandag 24 december. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De berichten over dopinggebruik in de Rabobankploeg zijn pijnlijk en teleurstellend, heeft KNWU-voorzitter Wintels gezegd in Met het oog op morgen. Hij reageert op de uitspraak van een anonieme oud-Rabo-renner dat na de Tour van 1999 gezamenlijk werd besloten om doping te gaan gebruiken. NRC Handelsblad schreef gisteren dat ploegarts Leinders bij het verstrekken van doping een sleutelrol speelde. Volgens Wintels moet worden vastgesteld dat dopinggebruik in die periode mogelijkerwijs gemeengoed was. Hij doet een oproep aan renders en andere betrokkenen om zelf initiatief te nemen en schoon schip te maken. Daarmee reageert Wintels op Michael Bogert. Die zei dit weekend tegen de NOS: als ik hier als enige ga zeggen wat ik allemaal weet, dan ben ik straks de kop van Jut. Veel voortvluchtige criminelen in Nederland kunnen gemakkelijk aan een bijstandsuitkering komen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Onduidelijk is om hoeveel geld het gaat en hoeveel uitkeringen gemeenten ten onrechte hebben uitgekeerd. In Nederland lopen 15.000 veroordeelde criminelen rond die eigenlijk in de cel moeten zitten. Ze houden zich schuil om hun straf te ontlopen. Criminelen zijn in Nederland steeds vaker actief in de illegale dierenhandel. Vooral ivoor, horen en tijgerproducten zijn gewild. Volgens Europese cijfers worden in ons land op Duitsland na de meeste illegale dieren en dierproducten in beslag genomen. Ook staat Nederland in de top 5 van landen die beschermde dieren importeren. De voorman van de National Rifle Association, LaPierre, is niet onder de indruk van de kritiek op zijn voorstel om op elke Amerikaanse school een gewapende bewaker of politieagent te stationeren. LaPierre deed het voorstel vrijdag, een week na de schietpartij op een basisschool in Newtown. Zijn voorstel veroorzaakte een storm van kritiek, maar volgens LaPierre is zijn voorstel de enige manier om het voor kinderen direct veilig te maken. Het weer vannacht opnieuw kans op regen. Overdag vooral in het noordwesten nog buien. Het wordt dan een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Jan en de radioshow van Poont. Mijn naam is Jan Roos. Ben ik bij Jan Heemskerk. Beeld bij geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Jan. En je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Jan en radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is, en dat is een stevige, dames en heren, de paus is een enorme paardenlul. Doe maar, Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus word je minister van Immigratie en Asiel om het stevige beleid van de PVV uit te voeren, maar ga je achteraf zitten piepen dat Geertje Wilders je onder druk kan zetten op het ministerie zoals Gert Leers, dan de benen ontzettende Jan. Dat dacht ik wel, Jan. En laten we nog even kijken wie deze week nog meer een Echte Jan of Johan is geweest. Jan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, we hadden het al even over hem, want hij zit namelijk dubbel dwars in de stelling van vanavond. Maar hebben we Paus Benedictus. A difundir los valores del Evangelio en ese amado país. Ja, daar heeft hij wel een punt. Dat mensen met een geloof niet helemaal serieus te nemen is. Ja, dat wisten we al. Maar dat de zetbaas van de christenen roept dat homo's slecht voor het milieu zijn, bevestigt toch maar wel even dubbel en dwars. En als er een God is, en lieve mensen, die is er niet, zal hij voor, zeker voor zijn grondpersoneel zich doodschamen. En als er een hel is, en lieve mensen, die is er ook niet, zal de paus daar in ieder geval in brand als een fakkel. Hij is ook op Twitter, hè? Ja, joh. Heb je dat gezien? Hij volgt alleen zichzelf. In 6 verschillende talen. Stappen. Ongelooflijk, maar in ieder geval. Ja, wel enorme heel erg tijds. Heel erg tijds. Ouderwetse opvattingen, maar wel heel modern verspreid. Ik vind toch weer. Nee, okay. Martin Schulz, dan maar. Lieve genossen en genossen, chers kameraden, dear friends. Klap! Ja, dat kan ik ontlaten. Jij hebt niks met Martin Schulz, hè. Maar goed, dat het Europarlement een ondemocratisch geldverslindend monster is, dat wisten we natuurlijk al lang. Ook al roepen we dat iedereen daar moet bezuinigen. Maar zelf smijten ze met Poenjan niet zo'n klein beetje, dat wisten we ook al. Maar dat onze opperhoofdroverhoofdman, Herr Schulz genaamd, de baas van het Europese parlement, maar liefst, en luister goed, Jan, 38 privé personeelsleden tot zijn beschikking heeft. Dat moet volgens ons zelfs naar EU-maatstaven een wereldrecord zijn, of een EU-record, dan toch in elk geval. Herr Schulz! Jan. Nee, maar hoeveel heeft de koningin er, denk je? Nou, persoonlijk, de koningin zal er ook wel 38 hebben, maar... Nee, echt niet. Ik denk het echt niet. Ik schat het in op een kamerdame of
vijf. Ja, maar, pruikendame. Een en ander medisch personeel. Wat bewaking. Ja, een mannetje of 20. 20 toch snel. 20. En dan heeft deze chef die heeft er eventjes een dubbele. Dat is nog niet te geloven. Nou, maar hij is wel de baas van het Europese parlement. Hè? Ja, laat hem uitzoeken. Ja. Maxime Verhagen. Het was een beetje zelfspot. En tegelijkertijd ook de aanwijzing eigenlijk dat wij toch deze keer wel iets anders zouden doen. Ja, Maximus Rattes die haalt even aan het einde van het jaar nog even zijn gram. Niet hij was verantwoordelijk voor de samenwerking met de PVV. Nee, nee, dames en heren, jongens en meisjes. De dissidenten, Ferrier en Koppian, die krijgen de schuld. Zij hadden het kunnen voorkomen. Je kan veel over Maxime zeggen, maar om Bruin 1 uur in de schoenen te schuiven van die twee natte washandjes, is een kunststukje. Bravo! Dat is toch knap? Oh, ja, Maxime, dus... als je luistert, heel goed! Echt Jan! Ja, het was trouwens wel natuurlijk sowieso, hè. Leerst, Maxime, iedereen lijkt ineens zijn handen aan het wassen van iedere betrokkenheid bij het voorgaande. Dat doet kerst met mensen. Dat doet kerst met mensen. We houden van elkaar. Nee, maar luister. En we wassen onze handen van onze fouten. In de Volkskrant, dat interview, daar zegt Maxime Verhagen. Ik heb het gelezen. Niet ik, nee. Nee, die Koppian en Ferrier zijn verantwoordelijk weer van de samenwerking met de PVV. Ja, ik vind dat enig. Ja, daar scholen ook een redenering achter die ik pas na 3 keer lezen echt snapte. Ja, dat had ik met 1 keer, maar dat verschilt dus jou. Ja, maar dossierkennis is ook exemplarisch. Ja, en begrijp het, dat lezen. Dat zullen we vanavond nog wel zien. De Broek, die vergeet ik hier zo indirect alvast even welkom. Die zal het wel merken, met jou van niet te spotten. Jouw dossierkennis is encyclopedisch, is werkelijk onvoorstelbaar. Ja, en dat loopt helemaal terug pakken, tot aan de Eerste Wereldoorlog, hebben we juist even getest. Ze noemen hem Jan Mosterdgasroos, want hij weet alles. Alles. Zo, tot zover. Oh, ik moet nog even. Jolande Sappers. Oh, je zat nog een beetje die toneelstukje. Is het dat vanaf het begin heel duidelijk was dat er voor ons geen gemakkelijk nee is tegen een nieuwe missie naar Afghanistan. Nou, iemand die in elk geval niemand anders de schuld geeft van het falen in het afgelopen jaar, is Jolande Sappertaflap. Die blikt terug op haar politieke carrière, zoals een kapitein naar zijn eigen gezonken schip kijkt. Maar zij steekt tenminste, zoals gezegd, de hand in eigen boezem. De Koendersmissie was namelijk een inschattingsfoutje van haar. Ze had nooit kunnen beweren dat die groene theedrinkende, zeewierkoekjes etende pacifisten niet achter een politiemissie in een land met een burgeroorlog zouden staan. Nou, dat mag met recht een onschuldig stukje inschattingsfout heten. En ik vind niet dat Jolande aan te rekenen valt. Inschattingsfout vind ik een beetje een lichte term. Ja, water komt in de buurt, hè? Ja, het is een beetje dat Marianne Thieme zegt van ja. Oh, jongens, wat we gaan doen is... Net voor het beginnen. Ja, we gaan eens eventjes die bio-industrie gaan we eens eventjes propaganderen. We gaan bultruggen knallen. En dan op een gegeven moment zeggen ze... Nou, ik wist helemaal niet dat al die dierenliefhebbende mensen dat helemaal niet leuk vinden, joh. En toch denk ik dan, zo'n vrouw durft haar eigen kompas te varen. En dat vind ik mooi. Jolande Sap, als je luistert... Ik vind het toch een blijf luisteren. Ja. Een Jan? Nee, joh, geintje. Oh ja, nou, hoppatee, daar gaan we. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Hij studeerde politicologie en internationale betrekkingen en zit sinds 2006 in de Tweede Kamer namens de VVD. Een warm en hartelijk welkom voor onze hoofdgast van vanavond, Han ten Broeke. Han. Dankjewel jongens en dank voor de uitnodiging. Nou welkom hoor. Gaat het goed met je Han? Gaat uitstekend. Ben je blij en gelukkig zo voor de kerstdagen? Absoluut, absoluut. Ja. Vind je kerst leuk? Ik vind kerst wel leuk, ja. Oh, ik ben wel een beetje zo iemand die houdt van die warme sfeer en boompjes. Ja, we hebben ook een mooi boompje staan trouwens. Nou, het is niet ons boompje Jan, want wij hebben er niets mee. Maar, ja. Nou, ik ben net op Texel geweest, hè, met een pre-kerstdiner met mijn familie. Oh, leuk. En nou, later in de uitzending meer hierover. Oh god. Maar ik heb het overleefd Jan. Dank je voor het vragen. Mooi. Hey, Han, eerste blokje doen we altijd even actualiteit. En daarna gaan we in op jou, waar je mee bezig bent in je laatste leven. 7 minuten over de portefeuille, heb ik begrepen, van Ton Elias. Ja, ja. Nou, 7 minuten over de portefeuille. Als het een interessante portefeuille is, willen we ook wel een half uur langer over doen. Oh, maar ja, Ton Elias, daar kom ik goed af. Ja, zeker weet. Maar Ton die had een mail gestuurd en zei van, kunnen we dan over treinen hebben? A2. Ja, dat gaan we helemaal niet doen. Maar we gaan eerst even actualiteit doen. De PvdA in de peilingen 26, ja, de PVV 25... De VVD 21, niet meer zo laag als maart 2010. Is niet echt lekker gegaan, hè? Nee, is niet lekker gegaan. Dit vragen we ook gerust aan iedereen van de VVD die komt. En, dan zeggen we, was het niveau, nou wel slim eigenlijk? Het is het niveau waarop ik binnenkwam in 2006. We hadden ook 21 zetels. En toen ging het aanvankelijk nog eerst een stukje slechter. Dus ik heb ook nog meegemaakt 14? Dat er 12 zetels in de peilingen stonden. Nou, dat komt nog, hoor, binnenkort. En, dat mag ik hopen van niet. Maar het is in ieder geval niet fraai. En
Ja, aan de andere kant sluiten we dit jaar wel af met een gevoel dat het fantastisch is geweest dat we op het moment dat het nodig was met de verkiezingen gewoon 41 zetels hebben gehaald. Ja, dit was dat natuurlijk. Nou zeggen, ja, dat kunnen weinig mensen zeggen. Blijven zitten. Dat is natuurlijk wel terugkijken week is het natuurlijk. Maar Han, even serieus. Ja. Hoe sluiten jullie dit jaar? Dat moet met gemengde gevoelens zijn. Ja, je had die prachtige piek in september 41 zetels. Ja. Nou, een godswonder meer en meer. Die blijven staan natuurlijk de komende jaren. En, maar het is evident. Ik ga er niet omheen lopen draaien. Dat we nu op 21 zetels staan in de peilingen, dat betekent wel iets. Ja. Dat is een halvering, dat is nog nooit voorgekomen. Ja, dat is wel voorgekomen, dat zei ik net. Er stonden 13 zetels op een gegeven moment. En, nou, maar een halvering binnen een paar maanden, dat is nog nooit voorgekomen. Zo snel naar beneden. Nou, ja. Volgens mij alleen Rita Verdonk heb je dan voor je zitten. Ja, je ziet, bij Rita heb je dat gezien. Overigens, compliment aan de Partij van de Arbeid. Hebben dit jaar fantastisch gedaan. Met name Diederik Samson, terecht politicus van het jaar geworden. Ja. En je zag ook dat hij in de... Ik heb vanavond die uitzending van... of die documentaire over Emiel Roemer niet gezien. Maar dat was natuurlijk de te kloppen man tijdens de verkiezingen. En toen zag het ervoor voor Samson en de Partij van de Arbeid nog helemaal niet goed uit. En die heeft geloof ik in minder dan 2 weken tijd ook fenomenaal aan het herzetten gaan. Nou, je ziet dat het heel snel kan gaan. Je ziet aan die documentaire van vanavond waarom dat precies is gegaan. Dat heb ik niet gezien, maar was het duidelijk? Ja. Ze hadden er niet echt... ze wisten niet echt heel erg waar ze mee bezig waren. Dat is een puntje, nou, een probleempje. Nee. Hey, maar campagne strategisch was het niet altijd. Kan ik achteraf ook niet meer zeggen. Ton Elias die zei hier van wat een gelul zegt dat jullie het hebben over peilingen, want er zijn geen verkiezingen en dat zijn de echte peilingen. Nou, dat toen zeiden jullie natuurlijk weer van dat zeggen politie altijd. Dat zou ik ook willen doen, want als je namelijk op het dubbel staat, dan zeg je moet je eens naar die peilingen kijken. Ja. Maar ja, het electoraat rent weg, zeker de helft. Hoe gaan jullie die terughalen? Is er geen toverformule voor, absoluut niet. Kijk, we werden binnengesleept met verhalen over 1000 euro, over hypotheekrente. Ja, dat vind ik een beetje flauw. Kijk eens. We hebben in de campagne natuurlijk op een aantal momenten hebben we heel helder aangegeven, dit is waarvoor wij staan. En als je bij ons wilt komen, dan weet je precies waar je aan toe bent. En uiteindelijk weet ook iedereen in Nederland dat het systeem zo is dat je dan vervolgens compromissen moet sluiten. Nou, die compromissen kent iedereen in Nederland. Die maak je aan de keukentafel en die maken we ook aan de formatietafel. Tuurlijk. Is zo hoor. Maar als je zorgt met een hele groep mensen dat de liberale partij de grootste partij wordt. Ja, voor de tweede keer op rij. Nee, ja. Maar dan verwacht je echt wel dat er een compromis gemaakt moet worden, maar niet dat er geniveleerd moet worden. Maar je hebt de VVD gestemd, geloof ik. Hè? Daar mogen we gewoon eerlijk over zijn. Oh, daar schaam ik me vroeger helemaal nooit voor. Ja, ik ook. Heel toevallig. Ja, dus we zijn hier in principe onder gelijk gestemd. Onder zou je zeggen. Maar wat viel je dan, wat vind je de ergste? Nou, ik vond de inkomensafhankelijke zorgpremie was de ergste. Maar die is, hebben eruit gehaald. Heb je dat ooit eerder gezien? Dat meestal gaat de Nederlandse politiek zo. Dan heb je een compromis. Dat ziet er niet fraai uit. En op een gegeven moment wordt dat dan eindeloos toegedekt. Politici gaan eromheen lopen praten. We hebben het eigenlijk binnen een week hebben het opgepakt. Hebben ingezien dat het niet goed was. Dat heeft veel te lang geduurd. Daar kan ik nog een keer op terugkomen. Dat heeft ook iedereen al 10 keer gezegd. Ik wou er eigenlijk nu maar eens een streep onder zetten. En ik wou ook eens constateren met elkaar dat we in dit jaar 2 dingen hebben gezien. 1 is dat wij die fout hebben weten te herstellen. Ook vanuit de fractie. Halbe Zijlstra heeft daarin voorop gelopen. Die heeft gezegd van dit is de grens. Dit is de streep die ik in het zand trek. En dat werd hem dus ook. Nou, hebben we er binnen een week, 2 weken is dat eruit gehaald. Ook met dank aan de Partij van de Arbeid. Dus dat geeft ook iets aan over wat deze coalitie met elkaar wil. Nou, dat geeft aan dat de VVD inderdaad niet de moord op de middenklasse op zich... Tenminste, de hele moord op de middenklasse. Jongens, nog eens. Als je werkelijk denkt dat je met het aantal bezuinigingen... wat wij nu, als je Rutte 1, het lenteakkoord, dus 18 miljard... plus nog eens een keer bijna 12 miljard... en dan nu weer 16 miljard bij elkaar optelt. In 2017 gaan we structureel 46 miljard minder uitgeven als overheid. En dan geven we nog steeds te veel. Ondenkbaar dat niet iedereen dit in zijn portemonnee gaat merken. En als je wel dacht dat dat ging gebeuren, ja, dan... Nee, dat denk ik zeker niet. Alleen, per punt is een beetje in Nederland... dat voornamelijk de middenklasse eigenlijk het meeste opbrengt voor de staatskas. Zeker, ja. Nou ja, en als die het op een gegeven moment ook niet meer hebben... ja, dan heeft niemand het. En dan kan je... we hoeven niet eens meer over nivelleren te hebben... of bezuinigingen waar dan op... of over er moet een orkestje uit, wat dan ook. Nee, dan houdt de boel een beetje op. Ja, de middenklasse, daar zit ook altijd... daar moet de groei weer vandaan komen. Daar zitten de banen, daar zitten de mensen die gewoon de belastingen betalen, die de premies opbrengen. En natuurlijk moet het daar vandaan komen.
En voor die mensen zijn wij er ook. Dat is de partij, dat is waar de VVD voor wil staan. Niet voor de allerhoogste inkomens. Die toch blijft bij mij een beetje als hetzelfde ding hangen. Het idee van je bent dus een huwelijk aangegaan met een ontzettend takkenwijf. Maar er was nou helemaal niemand anders. Dus, en je moest toch trouwen, je stond toch in die kerk voor het altaar. Ik denk, nou, vooruit dan maar. Laat ik het maar doen. En laat ik dat maar doen. Dan zit je elke dag met de takkenvijf aan tafel te onderhandelen wat je nou eens wilt eten. En als zij vis zegt, zeg jij vlees. En zo gaat het elke dag opnieuw. Handen kan toch geen zegen op rusten? Nou ja, kijk, dat huwelijk duurt dan 4 jaar. In dit geval is het... Dat zou niet zijn. Dat zou ik heel knap vinden. Ja, ik heb het zelf nog niet meegemaakt sinds 2006. Nee, al 10 jaar maar ik denk, lukt het niet. Laat me jullie eens proberen uit te leggen waarom ik denk dat dit meer kans van slagen heeft. Kijk, in de eerste plaats, dit doet een klein beetje denken aan de periode die begin jaren 80 zat met Lubbers. Toen had je het akkoord van Wassenaar. Niemand vond dat heel opmerkelijk. Maar later wordt er toch op teruggegrepen als er zijn een paar fundamentele wijzigingen gekomen. En daar hebben we nog steeds baat bij. Wat deze regering nu doet, die bestaat uit twee zeg maar oude politieke erftegenstanders. Vijanden zou ik bijna willen zeggen, maar dat is tegenwoordig. Ik bedoel, je weet dat je met elkaar moet kunnen onderhandelen en ook met elkaar een programma moet kunnen maken. Dus vijanden is niet helemaal het woord. Maar die zijn nu bij elkaar gekomen. Er zit ook niemand meer bij. Het is Partij van de Arbeid en VVD. En iedereen weet dat wij verschillende oplossingen hebben voor dezelfde problemen. En toch moeten we het samen doen. Dat is namelijk wat de kiezer... En bij deze verkiezingen heel helder heeft uitgesproken. Nou, nee hoor, dat heeft de kiezer niet uitgesproken. De ene kiezer heeft gezegd, wil de oplossing van de PvdA. En de andere kiezer heeft gezegd, ik wil de oplossing van de VVD. Ja. En er is geen enkele kiezer die heeft gezegd, ik wil dat die twee mensen aan tafel gaan zitten en een gedrocht van een akkoord uitwerken. Nee, maar niemand kan het is één hokje wat je rood maakt. Het is niet een soort kleurencombinatie die je kunt aangeven met verschillende potloodjes. Dus het is heel helder. Ze hebben ons groot gemaakt. Ze hebben de Partij van de Arbeid groot gemaakt. En allebei zo groot dat het uiteindelijk voor de hand lag dat we het met elkaar op een akkoordje moesten gooien. En eerlijk gezegd, ik heb ook maar heel weinig mensen horen klagen daarover. Zelfs de VVD'ers die niets van de Partij van de Arbeid moesten hebben, zeiden, jongen, dit is het. Maar wil je nu voor de verandering 4 jaar niet meer terugzien met een campagne? Ga dan maar gewoon dat akkoord sluiten met de Partij van de Arbeid en zorg dat je eruit komt. Ja, toen jullie eruit kwamen, toen dachten ze er waarschijnlijk anders over. Jullie konden het land in om het goed te praten. Nee, aanvankelijk was er enthousiasme dat het snel ging, dat er elan in zat. Ging dat niet was te ook, snel? Ja, dat is achteraf. Ik denk niet dat je zei het zelf. We zitten met fundamenteel verschillende oplossingen voor hetzelfde probleem. Dus wat krijg je dan? De ene keer zeg je, dan nemen we dit keer jouw oplossing voor het probleem. En Mark nemen we volgende keer jouw oplossing voor het probleem. Het is bekende verhaal dat ze gaan uitruilen. Hè, pim, pam, petten. Maar je kan niet, de compromissen bestaan niet hier. Ja, dat is dus niet gebeurd. Ze hebben, en dat vind ik het knappe, je had allerlei waterige, modderige compromissen kunnen hebben. Dat is een beetje wat Nederlandse politiek heel sterk in is. En je had kunnen doen wat wij nu hebben gedaan. We hebben op een aantal vlakken onze punten binnengehaald. Als je kijkt naar de sociale zekerheid bijvoorbeeld, dan vind ik echt dat daar een verhaal zit waar ik me als liberaal uitermate goed in herken. Als je kijkt naar de overheidsfinanciën, waar we de campagne heel hard op hebben gemaakt, dat was ons hoofdthema, dan kan ik me daar uitermate goed in herkennen. Maar ze hebben ook dingen binnengehaald. Neem nou bijvoorbeeld zoals gisteren het kinderpardon. Dat hadden wij liever niet gezien. Het is er wel gekomen. Zit er wel eens nog met die Mauro? Nou ja, die zou erbij kunnen zitten, heb ik van teven begrepen. We zullen het zien. Het is niet iets waar wij voor, als we het alleen voor het zeggen hadden gehad. Nou, daar zie je dus dat waar het om gaat is dit hier. En daarom maakte ik die vergelijking met begin jaren 80. Nederland moet, zoals alle landen in West-Europa, moet een bocht nemen. En dat kunnen maar twee partijen overtuigend doen. En dat zijn deze twee partijen. Juist omdat ze twee verschillende oplossingen met zich meebrengen. Als je dat bij elkaar kunt brengen, dat hebben wij hier nu gedaan. Dan ben ik ervan overtuigd dat je in een combinatie tussen hervormingen en bezuinigingen, en die hervormingen zijn er wel, in de arbeidsmarkt, in de zorg, in de woningmarkt, zeg maar op de grote structurele... Ik weet niet hoeveel grote structurele... af moet gaan. Ik zie toch een auto met twee sturen, waar op een gegeven moment Er zit één stuur. Wie zit erachter? Daar zit Mark Rutte achter. Er zit ook een kaartlezer naast, en die heet Samson. En ze zijn er beide uitgekomen. En in ieder geval gaat dat autootje niet het ravijn in. Dat had gekund. Nee, klopt. Alleen tot nu toe lijkt het een beetje of Dirk Samson achter dat stuur zit. Nou ja, kijk, het beeld is natuurlijk vanaf die inkomensafhankelijke zorgpremie die bij ons ontzettend veel pijn heeft gedaan. Dat de Partij van de Arbeid daar heel goed gescoord. En dat is ook logisch, want de Partij van de Arbeid had dat ding al 15 jaar in zijn verkiezingsprogramma staan. Overigens zou ik me niet verbazen als dat ding nooit meer in het verkiezingsprogramma komt. Nee. Zelfs van de Partij van de Arbeid. Valt nergens. We hadden het heel eventjes over Maxime Verhagen, die zijn handen in onschuld wast ten aanzien van Rutte 1. Gert Leers die zei ook van ja, het was helemaal niet leuk, want Geert was helemaal niet lief voor me. Hoe kijk jij als VVD erop terug? Want het CDA die zegt van ja, nou ik weet ook niet wat ons is overkomen.
Ja, we hebben een heel ander perspectief daarop. Kijk, ik herinner me nog heel goed de fractievergadering waarin wij moesten kiezen of we nadat Paars was mislukt, en daar heb ik zelf ook in mee zitten onderhandelen, of we, dat was Paars Plus, of we voor de PVV zouden kiezen. En voor mij was de scheidslijn, ik geloof dat Maxime Verhagen dat ook heeft aangegeven, dat de partij van, dat de PVV er niet in de regering zelf zou zitten. En dat leek mij een soort monstercoalitie waarbij je voortdurend met bewindspersonen zou komen te zitten die al dan niet de uitspraken in de PVV-fractie zouden moeten dekken of niet. Dus ik vond deze oplossing, we moesten natuurlijk afwachten hoe dat ging lopen. Niemand wist hoe dat zou gaan. Eén ding was zeker met een minderheidscoalitie, dat ze elke dag dat ze naar de Kamer zouden komen, wisten ze één ding zeker, dat datgene wat ze gingen voorstellen, dat zouden ze verliezen. Dus je moest altijd voor een meerderheid zorgen. En ik vond dat wel. En voor de politiek was het wel interessant. Ja. En het heeft in ieder geval opgeleverd dat het ook eens anders kan. Dat het niet erg is om een keer een zeepert te halen. Maar ben je teleurgesteld geraakt in de PVV uiteindelijk? Nee, nou ja, in de PVV natuurlijk wel. Vooral kijk, Geert Wilders heeft gewoon getoond wat hij waard is. Niks. Hij is een wegloper gebleken. Nou, zijn electoraat is bij hem blijven plakken. Ja, dat moet ik zien. De electoraat weet ook, er zit in hoge mate zit natuurlijk een sentiment in van dit willen we niet. Dus komen we bij Geert terecht. Maar ze willen hem ook niet, want hij brengt niks. Hij levert niet. Voor compromissen die gaat hij eerst aan. En vervolgens, als het echt noodzakelijk wordt, dan loopt hij ervoor weg. Dus men weet ook dat hij als machtsfactor, dat hij van nul en geen lijn. Maar goed, dan kunt u toch nu ook zeggen dat hij, als u zegt dat het zo'n waardeloze gozer is, dat het een foutje is geweest. Kijk, bij politiek. Nee, maar je kan een hartstikke gezellig mentol sigaretje met hem roken. Dat is het probleem niet. Ja, maar het gaat er meer om dat je nu net als Verhagen, en kan zeggen, achteraf gezien was misschien niet zo handig, want die gozer is niet geloofwaardig gebleken. Daar is dus het verschil in zich. Kijk, ook daarvoor gold dat ik vind, en nog steeds vond en nog steeds vind, een partij die van 0 naar 9 naar 24 zetels gaat in minder dan 4 jaar... die kan je toch niet negeren? Dat zou toch verschrikkelijk stom zijn om dat te negeren? Daar zit zo'n heldere wil van het electoraat achter, dat heel vreemd zou zijn om dat te negeren. Dat hebben wij dus uiteindelijk ook niet gedaan. En ik moet ook zeggen, alleen die analyse zie ik zelden of nooit, dat daar zit ook wel een element in. Dat als je een populist, kijk, waar leven die populisten van? Dat is natuurlijk uiteindelijk van het op de dag scoren. Ja. En als je ze mee verantwoordelijk maakt, en dat hebben we dus gedaan in die gedoogconstructie, ook voor de compromissen die Nederland uiteindelijk verder moeten brengen. En Nederlanders weten heel goed, donders goed, ook al vinden ze die maatregelen niet leuk, vinden jullie ook niet leuk als je hier aan tafel zit, maar je weet wel dat ze genomen moeten worden. En je weet wel dat als het uiteindelijk wat oplevert, dat je dan terugkijkend kunt zeggen, oké, prima dat we dat gedaan hebben. Daarvoor hebben we bijvoorbeeld de VVD erop neergezet. Nou, Wilders is daarvoor weggelopen. Dus wat heeft hij zijn electoraat nou gebracht? Nee, begrijp ik wel. Maar achteraf dus nog steeds geen spijt? Ik heb daar geen spijt van, want ik zie ook dat het electoraat hem daarvoor heeft afgestraft. Nou, valt mee. Hij staat op 25, jullie op 21. Nee, kijk eens jongens, het gaat om de dag van de verkiezingen. Het is heel mooi om te zeggen. Nu doe je het toch, hè? Ja, maar moet je luisteren. Moet je luisteren, als je hier een sporter zou hebben zitten, de Olympische Spelen, dan zegt hij van, ja, ik train al weken heel goed. Ja. Maar ja, als het bij een wedstrijd niet uitkomt, dan heb je weinig aan. Nee, je hebt gelijk in, hoor. Ja. Helemaal goed. Hadden we praten straks een beetje verder. Ik wil het zeggen, want er is nog iets heel anders belangrijks aan de hand in deze show. Namelijk, ons eigen waakvlammetje vlak voor de kerstdagen zit hij nog vol vuur. Het is weer tijd voor La Vie en Rose. Deze week was er veel ophef over een jongetje van 15 die van zijn moeder alleen maar rauw eten naar binnen mag werken. Deze Tom Watkins leeft op een dieet van rauwe groenten, fruit en noten. Niet zo heel gek dus dat Tom niet echt lekker groeit. Hij gaat ook niet meer naar school, omdat hij daar gepest wordt met zijn manier van eten. Ik bedoel eigenlijk de manier van eten die zijn moeder van hem eist. Jeugdzorg zit op de zaak. Ze willen hem uit huis plaatsen. Natuurlijk is die moeder hartstikke gek. Want alleen maar rauw eten en ook nog eens geen vlees is helemaal niet gezond. Maar om daar kinderen voor uit huis te plaatsen? Jeugdzorg doet alleen maar even mee aan de hype die om deze rauw eters zit. Want ik heb namelijk nog nooit gehoord dat jeugdzorg tokkies kinderen afneemt omdat ze alleen maar patat eten krijgen. Worden er kinderen weggehaald uit gezinnen waar peuters al liters cola drinken, waar geen groente of fruit aanwezig is, waar niet gelet wordt of er te veel E-nummers in het producten zit? Dacht het niet. Ondanks dat de moeder van Tom van Lotje getikt is, voedt ze hem zo op omdat ze wil dat hij gezond is. Er kunnen heel veel ouders nog wat van leren. En hun kroost wordt nooit door jeugdzorg weggehaald. Man, wat een kwaliteit.
een spectaculair stuk menselijk inzicht op deze pre-kerstdag, Jan en Han. Onze hoofdgast, woord voor de buitenlandse zaken, defensie van de VVD. En zeker niet de lichtste portefeuille is. En zo zien wij het graag bij Echte Janne. En we praten dus maar even door met onze hoofdgast, Han ten Broeke. Han, onze vriendin van de show. Mogen we wel zeggen. Jennis. Voor Intimie, voor andere mensen heet ze Janine Hennis, ja. Minister van Defensie. Ongelooflijk goed, leuk, hè? Wij zijn heel erg trots. Ja, heel erg trots. Je hebt een beetje gelanceerd, geloof ik hier. Wij hebben haar eigenlijk groot gemaakt, durf ik wel zeggen. Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat we wel meer ministers gaan voorbrengen. Anders, als jij een beetje je best ook doet, dan... Ze zei ook, je moet hier komen. Dan, dan maak je groot. Maar Ton ging me voor. Ja. Ze ging op bliksembezoek naar Kunduz, naar de politiemissie daar. Nou, Jolanda heeft vandaag gezegd, was niet zo handig. Ja, ach. Het is toch nog steeds niet echt heel erg handig in die missie. Het is niet zo heel veel, toch, Han? Ik ben er geweest. Het is het wel. Het is heel makkelijk om hier... Kijk, we hebben allemaal die beelden van die Playmobil-agentjes. En dat is een geweldige framing. Als je dat één keer gezien hebt, dan denk je van... het zal wel niks voorstellen. Totdat je met je neus bovenop staat. Ziet hoe groot dat kamp is. Ziet wat ze nog verder doen. Hoe ongelooflijk veel mensen ze daar aan het opleiden zijn. Kijk, wat we hadden moeten doen, en ik moet heel eerlijk zeggen, mijn partij is daar altijd vrij reëel in geweest. Ook mijn voorganger Hans van Balen, die heeft altijd gezegd, kijk eens, waarom zitten we daar? We zitten in Afghanistan omdat daar Al-Qaeda zat en die pleegde vanuit Afghanistan, hadden ze een geweldige dekmantel, een heel land ter beschikking om uitvallen te doen over de hele wereld, inclusief, met name de westerse wereld aan te vallen. Al-Qaeda is daar gewoon verdreven, jongens. En dat was nummer 1 doelstelling. De tweede doelstelling was... Maar dat deden we toch door te knokken in Oeruzgan? Zeker. Maar ik maak het verhaal even, omdat die politieagenten zijn fase 2. Dus je zult wel eerst zeg maar het gevaar... het kankergezwel dat Al-Qaeda heette daar... dat moest worden weggenomen. En dat is groot, dat is eigenlijk gewoon teruggedrongen. Maar hoe noem je het Taliban dan? Noem je dat een griepje? Taliban was natuurlijk dat waren strijders. Nee, dat waren strijders die begonnen als fanatieke... studenten, moslims die daar in Afghanistan zichzelf verenigden. En die vervolgens dat land hebben overgenomen. Nee, maar ik bedoel te zeggen, Al-Qaeda, vernietig het. Dat kan alleen maar goed zijn. Maar veel van die jongens van de Taliban, die delen wel de denkbeelden van Al-Qaeda. Zeker. En de Taliban, die is nog best wel aanwezig daar. En liever gezegd, die zijn nu een gesprek aan het voeren. En het is ondenkbaar dat je die denkbeelden uit dat land krijgt. Dus geloof nou niet dat het eruit gaat zien als een Zwitserland. Geloof ook niet dat ze gaan denken zoals wij. Dat gaat niet gebeuren. Hoeft ook niet. Hoeft ook niet. Wat we daar moeten creëren en wat we daar moeten bereiken, is nadat de Al-Qaeda daar grotendeels is verslagen, of eigenlijk goeddeels is verslagen, is dat de Taliban in ieder geval tot een, mag ik dat zo noemen, een beheersbaar probleem, een binnenlands beheersbaar probleem wordt teruggebracht. Dat kan wellicht doordat ze op een gegeven moment ook serieus regeringsdeelname, daar wordt kennelijk over onderhandeld. Ja, daar wordt gesproken. En waarvoor wij er zitten, is dat er zoveel mogelijk veiligheid ook door Afghanen zelf wordt geregeld. Daar wordt de politie voor opgeleid, daar doen wij aan mee. Dus we hebben fase 1 gedaan in Uruzgan, hebben een fantastische job gedaan. Dat erkent nu ook iedereen. Nee, maar dat was ook bekend. Dat werd ook lang werd daar een beetje laatdunkend over gedaan. We hebben een hele provincie daar, die toch echt als Taliban Heartland bekend stond. Nee, we zijn een voorbeeldfunctie voor heel veel landen geworden. Zeker. En onze jongens. We zijn natuurlijk altijd Nederlanders in slappe hap. Dat hebben we, maar we hebben een van de beste legers van, tenminste, getrainde legers van de wereld. Wat er in Chora is gebeurd, in slag om Chora, dat is echt een hele heftige strijd geweest. En was ook een keerpunt voor Uruzgan. En voor een deel ook voor het zuiden van Afghanistan. Daarnaast hebben we dus onze betrokkenheid in Afghanistan voortgezet door in het noorden, waar we ook ooit oorspronkelijk begonnen, maar in dit geval in de provincie Kunduz en ook in de stad Kunduz en daaromheen, politie op te leiden. Dat deden we niet meer als lead nation, maar toch nog wel altijd fors en met 500 man. Nou, is dat dan zinvol? Ja, dat is zinvol. Want hoe meer mensen daar zelf veiligheid kunnen creëren, hoe minder problemen wij ervan hebben. Zeker weten. Dus daar ben ik het helemaal met je eens. Alleen die missie is tot stand gekomen met de flauwekul notitie voor Jolande Sap. Ja, dat daar midden in een oorlog politieagenten mochten opgeleid worden, zolang ze maar niet meededen met oorlogje spelen. Ja, daar kan je toch niet als een realistische partijen als de VVD mee akkoord gaan en zegt, hoor je maar lieve vrouw, wacht eventjes, we zitten hier niet in een luxe wijk in Utrecht. Dit is een heel verscheurd land met heel veel oorlog. Kijk eens,
Zoals ik net al aangaf, wij hadden in de vorige regering was het zo dat, of de vorige regering een minderheidsregering was. En je had tegelijkertijd had je die motie van GroenLinks en D66 die maakte dat uiteindelijk die politietrainingsmissie is ontstaan. Maar, nee, begrijpelijk, maar dat is een compromis, ja, maar wel balloos. Oké, okay, nou, niet balloos. En er zitten wel degelijk elementen in. Dan mag ik er twee uithalen. Ik heb mezelf ontzettend mijn schouders opgehaald over die, wat ik laatdunkend de enkelbandjes van Joël Voor de Wind heb genoemd. En dat is dat agentvolgsysteem. Ja. Ik heb me daar een paar keer, ook in de Kamer, toch wat vrolijk over zitten maken. Ere wie ere toekomt. Hij heeft gewoon gelijk gehad. Dat enkelbandjesysteem heeft gewoon keer op keer zijn waarde bewezen. Dus hier zit dan de zogenaamde realist van de VVD. Die zegt dat hebben we toch allemaal niet nodig. En ik had er ook geen behoefte aan. Maar het werkte wel. Dus dan moet je die... Leg even uit het enkelbandjesysteem. Nou ja, ze hebben een agentvolgsysteem waarbij dus als agenten buiten de provincie gaan opereren die wij hebben opgeleid, dan moeten ze die kunnen worden gevolgd. En dan weten we of die lui daarna ook bij verkeerde acties betrokken zijn. Begrijp ik, maar dan zit je in Afghanistan. Dat is een redelijk wild land. Ja. Denk je niet dat ze die enkelbandjes dan even afdoen? Nou ja, het zijn natuurlijk geen echte enkelbandjes, maar ik heb ze laatdunkend zo genoemd. Het is een systeem waarbij je simpelweg, omdat die agenten ook betaald krijgen, daar is een modern systeem waarbij ze letterlijk geld uit een ATM kunnen halen. Kun je gaan en nagaan. En dan kun je heel makkelijk nagaan waar ze zich bevinden. En als ze teruggaan naar hun familie, en dat hebben ze ook gedaan, dat zouden we allemaal doen misschien, rondom de kerst zeker, dan kun je dat opsporen. Maar er zijn ook momenten geweest, ik dacht van, ja, moet dit nou werkelijk nog? We hebben ook met GroenLinks zitten onderhandelen. En ja, het is zo, die partij zit totaal anders in elkaar als het gaat om de inzet en het gebruik van geweld namens de overheid om een bepaald goed doel af te dwingen. Goede doelen zijn ze altijd heel erg voor. En ze lopen ook altijd voorop als het gaat om verscheurd zijn over de ellende in de wereld. Maar op het moment dat er opgetreden moet worden, ja, dan zie je ook de verscheurdheid in die partij. En dat is volgens mij wat Jolanda Sap ook heeft aangegeven. Tussen diegenen die dat wel willen. Mariko Peters bijvoorbeeld, die daar volgens mij een realist in is. En mensen in die partij die dat helemaal niks vinden. Nou, daar hebben we geen last meer van, want die partij bestaat geloof ik niet meer. Ja. De missie, gaan we die afmaken? Want die Duitsers die willen een peren. Ja, ik denk het wel. En meestal gaat dat bij dit soort zaken zo. Kijk, de Duitsers hebben verkiezingen. En je hebt ook bij onze verkiezingen de vorige keer gezien, toen we nog in Oeruzgan zaten, hoeveel invloed dat had. Mm-hmm. Namelijk de Partij van de Arbeid, die ineens het CDA dwong. Daar zei Maxime Verhagen ook nog een paar leuke dingen over, geloof ik, in die afscheidsinterviews die hij heeft gegeven. Dat dan zijn schaduw vooruit werpt. We hebben in ieder geval een goede afspraak met de Duitsers dat ze, als ze echt weg zouden gaan, geven ze een 3-month notice. En dan is er nog tijd genoeg om een oplossing te verzinnen. Nou, de Amerikanen die willen natuurlijk ook weggaan. En op een gegeven moment gaan we met z'n allen daar weg. Ja, dat is ook de bedoeling. En dan is het daar gezellig. Nee, dan is het geen Walhalla. Is het niet de hemel op aarde. Dan is het nog steeds een verscheurd, verschrikkelijk land met ontzettende armoede. Maar dan is het ons probleem niet meer. Het is in ieder geval niet meer een probleem wat zich direct op onze doorstep voordoet. Nee, want dat leek zo dat we op een gegeven moment dachten van, nou, misschien is het ook wel niet leuk dat die kinderen niet mogen vliegeren en dat die vrouwen geen blote enkels mogen hebben. Misschien dat is ons probleem gewoon dan even niet meer. Ook daarover heb ik wel eens gezegd. Kijk, in Afghanistan gingen op een gegeven moment 6000 meisjes weer naar school. Dat is een fenomenaal resultaat. Tegelijkertijd moet je ook eerlijk zijn. Dat is uiteindelijk op zijn best een bijeffect van het feit waarvoor je er zit. En dat is om veiligheid te creëren. 6000 meisjes. In sommige steden zal dat heel goed gaan. In andere steden helemaal niet. In sommige gebieden zal je zien dat het regeringsleger misschien de overhand heeft. Dat politiefunctionarissen een redelijke mate van veiligheid kunnen waarborgen. En in andere gebieden zal de Taliban misschien... Denk je niet voor een deel terugkomen? Warlords. Is het de Volkskrant-correspondent nam ook afscheid. Ik ben de naam heel Natalie vergeten. Wright. Ja, dank je. Heel goed. Daar klonk over alles doorheen een emotie. Maar in ieder geval een heleboel vriendschap, een heleboel geweldig. Maar ook een hele grote angst mits in de steek gelaten, binnen de kortste keren weer terugvalt in wat het was. Terecht. Ik weet niet of het weer terugvalt in wat het was. In ieder geval kunnen we constant kijken. Ik heb bijvoorbeeld ook de laatste keer dat ik in Afghanistan was, heb ik gesproken met de ISAF-commander, de Brit die daar zat onder de Amerikanen die daar meestal het commando hebben. En die zei, de Taliban zullen voor een deel ook weer gaan meedoen. Maar Taliban is voor ons niet... Ik bedoel, wij kijken daarna als zo'n één groot... een soort monster, eenkoppig monster. Dat is het niet. Heel veel dorpen kennen daar de situatie... dat een aantal van jonge mannen verdwenen zijn. En die zijn dan bijvoorbeeld hebben zich in de bergen verscholen. En ze hebben zich aangesloten bij strijders die wij aanduiden als de Taliban.
Ze maken nu afspraken met die dorpen dat als ze die jongens weer terug kunnen nemen, dat dan ook de eer van het dorp op het spel staat en van de families, mits ze dan het geweld afsferen. Dat schijnt een heel goed lopend programma te zijn. Dan kun je je schouders over ophalen. Nee, dan maak je dus gebruik van de Afghaanse methode om Afghanen weer terug te krijgen in hun dorpen. En dat levert relatief veel veiligheid op. Levert dat een totaal andere manier van denken op? Gaan al die vrouwen ineens meedoen in die shura's? Nee, waarschijnlijk niet. Nee. Misschien wel, daar waar het wel zo is, mooi, all the better. Waar het ons om ging, is dat het noodzakelijk was dat de westerse wereld werd in het hart geraakt. Dat was 9-11. Ja, maar toen ging dat hadden we niet, nee, echt, dat hadden we niet zomaar voorbij kunnen laten Zeker. Gaan. En dat hebben we dus niet gedaan. En maar we vechten al niet zo heel lang tegen Al-Qaeda. Was, is het niet meer. Nee, maar we vechten al een tijd niet meer tegen Al-Qaeda in Afghanistan, maar tegen de Taliban. Het is misschien wel goed om even te markeren dat dat dus niet meer zo is. En dat de Taliban, er is niet één Taliban, en voor zover de Taliban is, zullen ze voor een deel moeten gaan meedoen. Ja, het zijn niet, zij houden niet een idee op na die wij hier om deze tafel erop nahouden. Maar gelukkig wonen ze ook niet hier. Nee, dat is waar. Het is een cynisch en akelig ding. En dat blijft het doen dan ook. We gaan zo een beetje verder praten, Han. Want eerst iets heel belangrijks. Wederom iets heel belangrijks. Ik heb ook de leukste dingen, mag ik aankondigen. Ja, dat programma. Is niet voor niks hoor. Ja, ook wij, Echte Jannen, zijn barmhartig met de feestdagen. Wij geven namelijk aan de geestelijke gestoorde en met liefde één t-shirt weg in het fameuze radiospel. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het Echte Jannen Radio. Ja, ja, de hoogtepuntje op de zondagnacht. Ik leg het nog één keer uit. In het citaat dat je straks te horen krijgt, zitten 3 nieuwsfeitjes verborgen. Welke 3 is natuurlijk de vraag? Bel 0800-1121 als je jij kent. En dan krijg je de enige echte Jannen t-shirt. En we zouden graag dit weer snel willen doen. Dat hele koor. Ja, maar luister dan ook goed. En, ja, luister in één keer. Er hangt er al een aantal lijnen. Bas, je bent de eerste luisteraar. Ja. Niet vragen, mag ik het nog een keer horen? Je moet nu luisteren. Nu luisteren. Ja, doe maar. Ja. Het is een bijna klassiek kerstverhaal. Michael Bogert is aangekomen in Syrië. Opnieuw wil hij bemiddelen om de burgeroorlog daar te beëindigen. Ja, pijnlijk slecht weer. Nou, nee, ik vond echt, als ik heel eerlijk ben... Oh, voor dit keer goed? Ik hoorde lasnaadjes niet eens. Het is een soort Pavlov, als dat spel geweest is, dat ik zeg pijnlijk slecht. Maar was deze goed? Ja, nee, dat zat echt goed in elkaar. Oh, want hij kwam met één en hetzelfde bericht gewoon 2 keer terug. Hey, Kabouter, goed gedaan, jongen. Dus weet je wel, het was een soort van sandwich. Was nou, het? Geen kerstpakket trouwens, maakt niet uit. Bas, ben je daar? Hey Jan. Hey Bas. Goed? Ja, gaat het lekker jongen met jou? Ja, prima hoor, Reus. Heerlijk. Heb je zin in een t-shirt? Ja, ik heb er al een paar, maar kom maar op. Kom jij maar op, dan kunnen wij verder met ons leven. Ja, zo is het ook. Ik ga niet vragen nog een keer. Ik denk dat het gewoon over kerstmis gaat. Kerstmis? Het gaat erover dat Michael Bogert niet de kop van Jut wil zijn. Dus Michael Bogert wil eerst dat anderen gaan zeggen dat ze doping hebben gebruikt. En daarna gaat hij iets zeggen. En ik denk dat er weer een bemiddelaar naar Syrië is ingevlogen om de oorlog daar te nemen. Maar dat heeft niks met kerstmis te maken, Bas. Ja, maar het gaat toch over... Het eerste verhaal was toch over het is net kerstmis. Ja, het leuke is, dat Bas voor de andere gasten alvast heeft voorgezegd. 1. Er is inderdaad een gezant naar Syrië vertrokken. 2. Michael Bogert er is inderdaad over doping bezig geweest. Ja, dus je hoeft alleen nog maar 1 antwoord te geven. Bas. Sorry, maar dag Bas. Dit was niks. Tot ziens. Paul. En misschien heeft Paul dan de derde. Hey, Echte Jannen. God, hey Paul, heb je honger? Nou. Ik zou het ook even een compliment willen maken, Kabouter. Een compliment willen maken aan wie? Kabouter. Aan de Kabouter. Ja. Kabouter, nog een compliment. Hij heeft 2 complimenten, joh. Ja, zijn ja kan niet meer stuk. Goed, we hadden dus Syrië en de bemiddelaar. We hadden Michael Bogert wil geen kop vuur zijn en we hadden honger. En de derde is... De tunnel in Japan. Oh, mijn god. Krijgen we die tunnel in Japan? Ik krijg helemaal de ziekte van die tunnel in Japan. Mathieu. Hey. Dag, Mathieu. Hey, het is even geleden. Mag ik hem nog een keer horen? Dan kan ik die derde eruit halen. Ja, doe het maar snel even. Sorry, doe het even snel. Het is een bijna klassiek kerstverhaal. Michael Bogert is aangekomen in Syrië. Opnieuw wil hij bemiddelen om de burgeroorlog daar te beëindigen. Nou, nee, luister. Oh, cloud, take me to the clouds above. LMC versus YouTube. Dit land kan echt zoveel beter. Kan dit af? Je krijgt toch iets van... Er moeten gewoon meer mensen naar Afghanistan. Ja, dit hele zootje voorop. Dit spelletje kunnen we beter kanonnenvoer noemen. En dan een heleboel verschepen naar Afghanistan. Ja. Laurens, als je zingt is het gelijk klaar. Laurens? Hallo? Oh, dat is een serieuze jongen. Nee hoor. Hey, Jan, Roos, je bent zo lelijk als de nacht. Je bent toch niet zo schietig als ik had verwacht. Want Jan, Roos, je laat me schrikken als je lacht. Ja. Je tanden zijn zo geel, ik heb me toch nog bedacht. Nou, ik moet eerlijk zeggen, dat laatste feit heb je wel gelijk in. Ik heb redelijk gele tanden. Maar aan zich, qua antwoord is het niet best. Nee,
Niels, oh, wat is dit toch een vreselijk vak, zeg. Nee, hoor. Ed, doe Ed maar. Ik wil helemaal, ik wil er niks meer van. Ed, Ed, is Ed er? Ed. Ja hoor, die is toch. Ed klinkt als een serieuze man. Ed, gaat ja, goed. Serieus, die laatste twee die van boven gaat, die verstand is ik ook. En dan gok ik het eerste, dan gok ik op de voedselbank. Ja! Kom maar door, hoor. Ja, Ed, hier heb je een t-shirt, ik wil er ook niks meer van weten. Ed, nou, Ed! Hey, succes allemaal. Ja, ben een genie, Ed. Wat is dit? Zit dit? Ed, zit er een storing op de zender? We hebben hier een tweede kamer. Oh, dit is muziek. Ah, moderne muziek, leuk. Nee, maar doe nou eens even lekker normaal. Ja, ik ga wel even plassen, dus doe maar een heel klein stukje. Ja, vind je het goed? Nou ja, ik vind het belachelijk. Nee, nee, maar ik moet echt serieus heel nodig. Dan gaan we dan. Oké. Elektrotechniek. Stop. Contact. Ik ben een dondergod, kras je moe als een hondenblok, het is toch een thee. Ja, ik weet, alles vanaf vissenspray. Stroom schoot uit het piemeltje, hoogspanning niet vriemelen, want dit gebeurt wel eens vaak. Moedertje zwart geblakerd. En een rode bom, hands is overlaat. Probeer het gokken niet te stoppen, het is hopeloos. De spanning is te hoog, daarom schrok je zo. Techniek en kijk met Jill in je stopcontact. Kijk met Jill in je stoppenkast. Je kan niet eens bij het knopje gaan. Kom eens bij me met je stekkerdoos. Techniek is elektro. En we gaan heel lekker zo. Stekker in je mond, hou je bek gewoon. Leg met die zoon. Ja, maar is het nou voor een takkenherrie, kabouter? Sorry, dit, even een live ruzie te maken met de kabouter, dames en heren, jongens en meisjes. Want het is, dit was de jeugd tegenwoordig elektrotechniek. Een werkelijk waardeloos stukje muziek van Nederlandse makelij. Ja, het was, dit noemen ze dan het ook grote, naar Afghanistan. Het grote talent van Nederland. Dit. Maar ik moet toch eerlijk zeggen, dat ik vond het redelijk... mijn kleuter met een beatbox, hè? Dat is een beetje waar we het over hebben. Ja, nou. Goed. Nou goed, dat denk ik kabouter anders over. Die is namelijk goeie smaak. Zeg, Jan... we gaan twee weken geleden voorspelde onze weergoe, onze grote man. Wil je iets zeggen, Jan? Want het komt er niet heel duidelijk uit. Weet je wat, kerst. Zal ik het nog een keertje terugspoelen? Ja, doe het nog een keer. Onze weergoe, ja. Markie Putto, het genie, de man die 6 jaar vooruit een Elfstedentocht kan voorspellen. Voorspelde bij ons 2 weken geleden ofwel een kleddernatte ofwel een spierwitte kerst. Nou, we weten inmiddels dat het zeer waarschijnlijk is dat het de eerste wordt, maar... Het was nog helemaal niet zo makkelijk, dus schakelen we even live in het weerfenomeen. De goeroe van de botsende luchtsystemen, de keizer van de lage luchtdruk... en de grootvizier van de Noordoostenwind om toe te lichten... waarom het is gelopen zoals het is gelopen en over met de kerst... nog een witte kerst gaan. Een hele goede dag algemeen voorspellen, want je kan werkelijk alles... Mark Putto! Dag Jan. Dag Mark, ben er ook, hè? Zeg je mij ook nog even gedag of niet? Putto! Natuurlijk, het was een fenomenale aankondiging, Jan. Zou ik zeggen. Ja, zeker. Het is toch een kleddernatte kerst geworden. Ja. Maar je zei het al, hè? Op het randje van nat en koud. He, het noordoostelijke helft van het land in de greep van de woeste noordoostelijke stromen. En het zuidwesten. Overigens wil ik wel aankondigen, nu we toch over de kleddernatte kerst hebben. Kim Holland. Kim Holland die komt vanavond nog in de uitzending. Maar kleddernatte kerst, dames en heren. Jawel. Putto. Mag ik ook nog? Kom maar. Ja. Je zei het al, hè? Jongen, jullie blijven praten, joh. Ja, maar... Ja. Hey, maar wat wordt er... Is er nog een kans op wit? Nou, Jan, 2 weken geleden even recapitulerend wat jij met je vrouw van plan was. Nee, is een beetje flauw. Weet je nog? Nee, weet je niet meer. Dat weet ik echt niet meer. Vertel eens even, wat was Jan Roos met zijn vrouw van plan? Nou, om een witte kerst te geven. Oh! Ja, weet je nog? Kim Holland, weet je wie het trouwens straks ook is, Mark? Ja. Kim Holland. Ja, nee, maar even dan inderdaad... Ja, even serieus. ...op 2 weken geleden. Het is goed dat Jan Heemskerk dat nog even behandelt. Want het klopt, ik heb toen gezegd, we kunnen 2 kanten uit. Het is natuurlijk altijd met het weer, hè. Ja, precies. Maar goed weer. Of niet goed weer. Of heel koud met sneeuwval. Of we gaan echt naar een boterzacht scenario toe. Nou, dat laatste is natuurlijk het geval nu. Boterzacht over boternat. Weet je wie er straks is? Ja.
Nee, maar ja. Goed, het is, we hebben natuurlijk wel even de kou gehad. Ja. Kijk, en die koude lucht zat, die zat heel dichtbij. Hè. Sterker nog, in het noordoosten van het land was het min 1 graad. Het was kielen, kielen. In het zuiden was het plus 10 tegelijkertijd. Dus je enorme verschillen. Dat geeft natuurlijk aan dat die koude lucht heel dichtbij zat, ja. Eigenlijk. Nou. En die kou die is nog steeds dichtbij, hè? Boven Duitsland en boven, ja. Polen, Scandinavië, noem maar op. Nee, maar goed, die zuidwestelijke wind. Ja. Kijk, die hebben we natuurlijk eigenlijk iedere winter. We moeten ons beseffen dat, of we moeten beseffen dat een koude decembermaand eigenlijk een zeldzaamheid is in Nederland. Ja. En een gewone, zachte, natte. Ja, precies. Afgelopen 3 jaar was het wel. Hey, Mark, koud. Weet je wat ineens te binnen schiet trouwens? Die, nou, zuidwestelijke stroming in de winter. Hè? Ja. Komen daar al die bulterugen ook van? Ja, we zijn er dus weer 2 van de kust gezien. Weet ik niet of dat of de windrichting bepalend is. Wat vinden wij van bulterugen eigenlijk trouwens? Nou ja, niet veel. Is een beetje een hype, maar dat bedoel, die beesten interesseert me eigenlijk niet zo. Mij ook niet, ja, echt. Laat ze het lekker uitzoeken, joh. Hé, hey, en Mark, omdat jij naast dus zeg maar het weer voorspelt, omdat je natuurlijk onze weergodgoeroe en de rest bent, ja. Voorspel je wat meer, hè? En wat vond je nou van die Maya's? Die zaten er wel naast. Zo. Ja, niet maar goed, zo vaak. Dat kon toch iedereen wel bedenken? Nou. Niet iedereen, hoor. Er stonden een heleboel mensen in gekke regenpakken op een Franse berg. Ja, daar heb ik niet zo wakker van gelegen, hoor, moet ik zeggen. Nee. Oh. Nee. Ah, joh, laten we het ook uitzoeken, die Maya's. Hey, weet je al meer over de zomer? Want ik bedoel, qua strandhuisje? Want dan... Oh, ja. Nou, even het volgende. Het is een beetje een logistieke kwestie. Hebben jullie volgende week nog een uitzending? Want dan ben ik van plan. Oh. Dat is dan de 30ste op de 31ste, als ik me niet vergis. Ja, de 30ste. 30ste, ja. Ja. Is het dan wat om misschien met een, ja, dat is heel revolutionair, om met een jaarprognose te komen wat het weer betreft? Is nee, dat is geniaal. Dat is, Mark Putto, je bent de kers op de taart. Ja, weet ik nog niet. Maar in ieder geval, je bent een enorme leuke kers. Maar Mark, even het ontspanning tot het ondraaglijk op te bouwen. Wat stellen we ons precies voor bij een jaar, of zei je nou? Een jaaroverzicht, weer een jaar weer over. Oh, prognose. Prognose, ja. Ja. Oh, we kijken niet terug op een nee, jaar. We kijken nee, vooruit. Dus, nee, dan gaan we vooruitblikken en dan kijk ik dus gewoon. Ja, kijk ik. Van maand tot maand, als het ware. Ja, klopt. Leuk. Kan niet week tot week, maar nee, wel een globale inschatting van het weer in 2013. Ja. Ja. Leuk, ja. Dat lijkt mij te gek. En dan blikken we dan ook misschien nu even terug op het weer van dit jaar? Dat we daar nog een soort van... Nee, laten we dat niet doen. Nee, precies. Een rijtje. Ik zit te denken aan een rijtje. Ik zit te denken om. Om Mark ook langzaam te brengen. We moeten de Mark niet langzaam een rijtje. Brengen. Nee, volgende week of een gaan lijstje. Wij. Nee. Mag ik je hartelijk danken, Mark Putto? Ja, we zijn klaar, hè? Nee. Oh. Ik wil nog één ding weten. Oh. Komt er nog een Elfstedentocht? Nou, Jan, ik kan je vertellen. En dat is echt het nieuws van de dag, denk ik. Dit jaar niet meer. Maar ook niet in januari of februari. Dus wachten we tot maart, hè? Ja, dat is een beetje teleurstellend voor de kou. Helemaal niet. Mag ik even ook zeggen dat ik het wel een hekel grap vond van Mark? Die zei niet meer. Ja, was leuk. Ja, ja. Ik had hem ook. Heel leuk. Nee, maar één ding, mag ik nou, nog één ding. Meer nog zeggen? Ja, natuurlijk. Ja, nou kijk, we zitten nu met zo'n, ik zei het net al, een boterzachte zuidwestelijke circulatie. En wat je vaak ziet in de winterperiode is dat het gewoon heel lang kan aanhouden. Soms duurt het zo'n 6 weken. Oh. Maar, Piet Paulus, maar... Ja, waarom haal ik die er eigenlijk bij? Ja. Dat weet ik ook niet. Maar goed, die verwacht de eerste kou pas in de derde week van januari. Man, wat een brutser. Maar ik zelf denk dat januari toch wel weer wat kou zou kunnen opleveren. Ah, goed, leuk. Is het leuk om daar dan... Nou, dan gaan we eens eventjes... Week, ja. Hey Mark, ontzettend bedankt. Je hebt ons weer heel veel bijgebracht. Heb je het kerstpakket al gekregen? Is eigenlijk de vraag. Nee, nou dan komt het misschien nog wel. Dat toch helemaal niet. Ja, is dat mij voor de gek houden of is het echt Nee. We hebben voor alle vaste medewerkers. Waar je er eigenlijk niet één van bent. Maar je bent wel vaak bij ons een kerstpakket. Een onbaatzuchtig ook als je bent. Met ragoutbakjes en ingemaakte kersen zonder pit. Ik ga er, okay. Op sap. En trouwens, over pruim op sap. Weet je wie straks komt? Nou, dat Mark. Kim Holland. Hey Mark, dankjewel. Maak er iets moois van. En slaap lekker. Tot volgende week. Goed zo. Dag, dag. Dat zeggen, ja, overzicht met Mark Putto, dat wordt lachen. Oh, volgende week allemaal luisteren. Nou goed, over een paar weken staan onze Patriots een paar Turkse steden te beschermen tegen de Syrische agressie. Hans ten Broek is voorzitter van de Vaste Kamercommissie van Defensie. En we praten verder met onze hoofdgast. En dat doen we namelijk niet voor niks. Dat doen we namelijk voor u, luisteraar. Ja, om je te informeren over dingen die je ertoe doen. Juist. Hoop het dan maar. Heeft dat nou zin, die Petrus daar neerzet? Ik weet dat je nu ja gaat zeggen, want jouw minister heeft het neergezet. Maar kijk, ook jouw minister, of jullie minister moet ik eigenlijk zeggen. Ja, dat is wel zo. Alleen, kijk, Petrus. Ja. Drie landen in de wereld heeft ze.
Ja. Dan denk ik, dan is er iets misgegaan met de productie of ze zijn te duur. Nou, het zal het laatste wel wezen. Duitsland, Nederland, Amerika. Ja. Ons wordt gevraagd door de NAVO, breng die spullen hierheen, dan moeten we dat doen. Nou, hoeven niet te doen. Leuke mensen als wij zijn, zeggen we verdomme nog toe. We hebben vliegveld Eindhoven, we zetten een paar containers neer. We vliegen. Ja, gaan we een boot vanuit Eemshaven, Jan. Een boot vanuit Eemshaven, boot. Gaan we naar Turkije. Het verhaal is dat ze er eigenlijk al zijn, hè? Nee. Dat is een lulkoekie. Nee. Hey, maar ik ga zelf kijken in de tweede week van januari. Maar vind je het niet wat? Want de kans... regent daar mortieren scherven. Maar de kans natuurlijk dat die Assad zegt... Ah joh, ik heb nog een paar raketten over, ik schiet ze naar Turkije, is klein, want hij is het voornamelijk op zijn eigen mensen aan het gooien. Luister, hij gebruikt op dit moment... het is echt verschrikkelijk. Hij gebruikt scuds tegen zijn eigen bevolking. Dus hij zet... raketten in tegen zijn eigen bevolking. Recht omhoog schieten en weer teruggevallen. Nou, die raketten hebben een bereik van 300 kilometer. Dus als hij ze afvuurt, alleen in de buurt van de grens... dan kan hij dus behoorlijk wat steden, Turkse steden... Adana is de stad waar wij Peter de batterij gaan opstellen. Is een stad met 1,5 miljoen inwoners. En het ligt dicht genoeg bij de grens om geraakt te kunnen worden door een afzwaaier. De grote vraag is, wil je nou wachten op zo'n afzwaaier? En die ellende... die dat met zich meebrengt. Of wil je gewoon aan Assad het signaal geven van... kijk eens, dat dus niet. En hier gaan wij sowieso een bondgenoot die dat vreest... gaan we territorium en de burgers van die bondgenoot beschermen. Ik ben heel trots dat wij dat gewoon doen. Dit is precies waarvoor de NAVO is opgericht ooit. Nou, als we dit niet zouden doen... dan zouden we eigenlijk geen knip meer voor de neus waard zijn. En ja, het klopt. Er zijn 3 landen die dat kunnen. De Amerikanen, de Duitsers en wij. We hebben ons daarin gespecialiseerd. We hebben die dingen ook al ingezet in de Eerste en de Tweede Golfoorlog. Dus wij weten ook een beetje waar we mee van doen hebben. We hebben ons ook binnen NAVO-verband op dat vlak gespecialiseerd. We gaan dat overigens binnenkort met de Duitsers doen. Dat is omdat dat wat goedkoper is natuurlijk. Dus ik vind het goed dat we dat doen. Dit kunnen we. En dan moet het ook gewoon inzetten, zeker omdat het nodig is. En het is nodig, jongens. Is het ook de angst voor die chemische wapens die ze erop kunnen schroeven? Ik denk niet dat snel gebeurt. Er wordt gesproken over dat er binnen Syrië... en Syrië is natuurlijk heeft zelf verklaard chemische wapens te hebben... dat er zo'n 3 à 24 sites zouden zijn waar chemische wapens zijn opgeslagen. Er zijn ook aanwijzingen dat er verplaatsingen zouden zijn geweest... De vrees die de wereld heeft is natuurlijk dat dat in de verkeerde handen zou kunnen komen te vallen. Op dit moment gaan waarschijnlijk vooral Russische ingenieurs nog steeds over die wapens. En de grote vraag is natuurlijk, wat doet Rusland? Poetin heeft deze week in een heel interessant commentaar volgens mij al een beetje een soort voorwaarschuwing aan Assad gegeven dat hij hem kon laten vallen. Ja. Hoe eerder de man daar weg is, hoe beter het is. Want dit conflict moet echt nu ingedampt worden. Dat hoor ik niet. Dat hij weg moet is duidelijk. Maar ik denk dan onmiddellijk... Wat komt er daar terug? Ja, dat is toch inmiddels ook alweer een tamelijk gemêleerd... Zeker. Enorme twijfels bij hebben. Zeg wat ik zeg. Ja. De oppositie heeft zich nu verenigd. Die nieuwe oppositiegroep die zich heeft verenigd. We kijken natuurlijk heel nadrukkelijk naar... kunnen die bijvoorbeeld op een gegeven moment ook een bekende Alawit kunnen die... dat is met name de groep die Assad nu nog in het zadel houdt. Gaan die over? De Koerden spelen daar een bijzondere rol. Want die hebben van niemand iets te verwachten. Ook niet van Assad. Christenen zijn hun leven niet zeker. Als er een nieuw regime zou komen. Dus het is allemaal heel precair. Maar je moet er niet aan denken dat dat land in vlammen opgaat. En voor de burgerbevolking die nu al getroffen wordt... Ik wil het zeggen, ze zijn lekker bezig. Aleppo is plat. Is in ieder geval wordt zwaar beschoten. In Damascus schijnt het ook al behoorlijk los te zijn. Ja, dat is Brahimi, dus de nieuwe gezant waar jullie net in dat knip- en plakwerk Michael Bogert voor in hadden. Die is daar dus nu weer naartoe. En die kon niet eens landen op het vliegveld van Damascus omdat daar gevochten werd. Wanneer gaan wij die verzetsgroep erkennen? Nou, we hebben dat al gedaan. Nederland. We hebben het een beetje subtiel erkend als een legitieme vertegenwoordiger van de Syrische bevolking. Nee, maar de Amerikanen die hebben gezegd, dat die erkennen we, die groep die erkennen we. Ja, die zijn er wat simpeler in. Wanneer doen wij dat? Nou, we hebben dat al gedaan met de Europese Unie. Maar het was heel goed om dat niet te snel te doen. Omdat je moet... Juist, precies om wat Jan Heemskerk nu juist zei, van wat komt er daarna? Jij kunt invloed uitoefenen op wat daarna komt door nu al aan te dringen dat die oppositiegroep voor hun erkenning dan ook zoveel mogelijk, inclusiveness noemen ze dat, maar zoveel mogelijk van die groepen erbij neemt. Omdat dat voor een deel alweer de sleutel is voor de oplossing hierna.
En dat schijnt nu redelijk te gebeuren. En, we zaten net al over Afghanistan, toch in een soort van, ja, in een soort van, nou goed, ons primaire doelstelling is dan om wat killetjes uit, is veilig gesteld en we hopen er maar het beste van. Is dat ook een beetje de samenvatting van de Arabische Lente dan? Tot zover. Ik heb niet bij Pauw en Witteman op de tafel staan dansen vanwege die Arabische Lente. Dat zijn andere mensen geweest. Ik heb ook nooit uitgedrukt in termen als lente, winter. Ik bedoel, ik heb dat wel eens gezegd, een soort de vivaldisering van wat daar gebeurt in die Arabische straat is aan mij niet besteed. Het is gewoon een feit. En wat ook een feit is, is dat de Amerikanen ons niet meer komen helpen. Dat hebben we in Libië gezien. We hadden hun hulp daar nog wel nodig, maar hun vingerafdrukken staan daar maar zo op. Zonder die 100 kruisraketten van de Amerikanen konden we daar helemaal niks. Maar het is in feite nu, het is onze achtertuin. De Middellandse Zee is een soort binnenvijver geworden waar de Amerikanen zich niet of nauwelijks meer mee willen en ook kunnen bemoeien. En dat vraagt dus van Europa iets anders. Wij zullen heel snel moeten emanciperen naar een type internationale en ook machtspolitiek, waarbij wij erkennen dat de regio is wat die is. Dat die buren van ons aan de zuidkant, die gaan niet verhuizen. Die worden ook niet anders. De sharia zal wel degelijk ook een onderdeel zijn sommige van die regimes. Hoewel bijvoorbeeld niet alle moslimbroeders en alle salafisten zijn dezelfde. In Tunesië gaat het relatief goed. In Egypte kijken we met angst en beven. In Syrië hou je je hart vast. Libië is een zootje. Ja, Libië is een zootje, maar het had nog veel erger gekund, vrees ik. Waar je rekening mee hebt te houden is dat het onze achtertuin is. En dat betekent dus dat wij daar een serieuze veiligheidspolitiek op moeten gaan voeren. Zeker, maar op dus dit Europa moment moet gewoon serieuze werk maken van het beveiligen van onze buitengrenzen aan de zuidkant. En we zullen ook een wat volwassene politiek moeten voeren in de zin van dat als er een keertje een moesie is met een uitspraak die ons niet bevalt, dat we niet direct denken dat we met het terugroepen van de ambassadeur daar de wereld weer verbeterd hebben. Daar moet gewoon wat realistischer in zijn. Dus we moeten ons eigenlijk meer terugtrekken op ons continent en niet denken dat we maar iedereen moeten ver. Ik bedoel meer zeggen in de op een soort wij hebben toch wel een volwassene buitenland. Nee, maar we hebben het idee dat we de democratie kunnen uitrollen tot diep in Afrika. Wij rollen de democratie niet uit. We kunnen wel bijdragen aan zekere mate van voorspelbaarheid, vrede en veiligheid en ook met name die veiligheid is van belang. Kijk, naarmate is dat ook de reden waarom we Syrië laten uitbranden? Nou, Syrië laten we niet uitbranden. Nou, maar wat doen we dan? Ja, wat moeten we doen? Jij zegt volwassener buitenlandpolitiek. Ja, heel veel mensen zeggen van, jullie hebben in Libië, dus ook Syrië. Nou, dat is werkelijk naïviteit ten top. Libië is een totaal andere situatie. Libië, daar konden we, wederom met hulp van de Amerikanen, was het ook mogelijk om bijvoorbeeld hun luchtafweer binnen een paar dagen in ieder geval zodanig terug te brengen dat het mogelijk was om daar een luchtoorlog te beginnen. Om een no-fly zone te handhaven. In Syrië kun je dat vergeten. De Turken hebben dat tot hun eigen schande een maand of twee geleden gemerkt. Toen ze met twee vliegtuigen iets dicht in de buurt kwamen. Hun luchtmacht stelt niet zoveel voor. Maar hun luchtafweer is helaas topklasse. En zonder de Amerikanen 100% kan je het schudden om daar iets te zonder Amerikanen kunnen. En de Amerikanen zijn op dat vlak in de hele wereld altijd, ja, die hebben hun prijs natuurlijk al, ik weet niet hoe vaak, moeten betalen. Nee, en Europeanen schudden altijd een beetje heen en weer tussen aan de ene kant de opgeheven vinger en denken dat helpt. Aan de andere kant zijn we ook weer te laf om militair iets te doen. In de Nederlandse politiek terug. Het is soms net alsof je nieuw links terug ziet. Alleen zitten ze zowel op rechts als op links. Als je de PVV hoort, dan is het werkelijk elke uitspraak die maar in zou kunnen houden dat de moslimbroeders op de een of andere manier een podium krijgen, dat is dan een reden om je direct af te keren. Nou, je afkeren betekent maar één ding. De problemen die daar zijn, die zullen uiteindelijk ook op onze trottoir terechtkomen. Maar wat is dan je volwassen buitenlandpolitiek? Dat betekent dus dat je dat je ten eerste moet zorgen dat je serieuze veiligheidspolitiek moet gaan voeren. Dus je de zuidgrenzen moeten bewaakt. Wij als VVD hebben daar wel eens voorstellen voor gedaan. We hebben nu een soort douaneorganisatie die heet Frontex. Die hebben te weinig bevoegdheden. Europees leger heb je dan over? Nee, zeker geen Europees leger. Dat komt er nooit. Als het aan mij ligt ook zeker niet. Leger, daar gaan we gewoon zelf over, Jan. Maar ik vind wel dat we met de spullen die wij hebben, zouden we heel goed bijvoorbeeld de Middellandse Zee zouden we aan de zuidkant kunnen beschermen. Zeker nog, dat doen we al een beetje met de Golf van Aden. Dus met alle respect, maar in Zuid-Europa, daar willen ze nu heel graag nog meer structuur en cohesiefondsen die ze al niet op kunnen krijgen. Ik zou graag een deel van dat geld gebruiken om bijvoorbeeld de Frontex wat meer spierkracht te geven. Wat meer bevoegdheden. En daarmee kunnen we serieus aangeven. Nou kijk eens, dit is Europa. En dat zijn de grenzen. Niet zomaar binnen. Dit zijn de grenzen. Nee, en die zijn hard.
Nou, maar dat snappen mensen in Nederland. Dat is de solidariteit waar ze in het zuiden om vragen. Daar hebben ze zelf geen geld voor. En dat vind ik een betere besteding dan naar al die wijnranken en olijftakken die helemaal niet blijken te bestaan, laat ik maar zeggen. Nee, dat is begrijpelijk. Maar dat betekent wel van dat noemen ze dan achter de dijken gaan zitten. Maar integendeel. Dat is juist goed, niet in ieder geval de grensbewaking gaan we doen. Maar Syrië, laten we dat uitbranden. Want we kunnen niks doen dus. Kijk eens Jan, op dit moment kunnen we in Syrië weinig anders dan wat we doen. En wat we doen is zorgen dat het grondgebied van bondgenoten wordt beschermd. Dat doen we in Turkije. Als je zou oproepen tot een no-fly zone, dan moet je je goed realiseren. Kijk maar naar wat er in Libië is gebeurd. Dat een lange, hele lange air campaign vraagt. Dus een heel veel bombardementen met ontzettend veel slachtoffers. Voordat je daar überhaupt iets van een luchtembargo kunt instellen. Dus het is eigenlijk gewoon onmogelijk. Het is een hele moeilijke taak. Dat is niet zomaar op een achternamiddag gebeurd. We gaan het zo direct maar eventjes verder over hebben, want we gaan even naar het nieuws van kort. We gaan even naar het nieuws van 1 uur en straks zijn we weer terug bij Echte Janne. En Kim Holland, hoor ik. Ja. En Handenboek. Kim Kutter toch? Of? Nee, andere Kim. Holland. 1 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De berichten over dopinggebruik in de Rabobankploeg zijn pijnlijk en teleurstellend, heeft KNWU-voorzitter Wintels gezegd in Met het oog op morgen. Hij reageert op de uitspraak van een anonieme oud-Rabo-renner dat na de Tour van 1999 gezamenlijk werd besloten om doping te gaan gebruiken. NRC Handelsblad schreef gisteren dat ploegarts Leinders bij het verstrekken van doping een sleutelrol speelde. Volgens Wintels moet worden vastgesteld dat dopinggebruik in die periode mogelijkerwijs gemeengoed was. Hij doet een oproep aan renners en andere betrokkenen om zelf initiatief te nemen en schoon schip te maken. Daarmee reageert Wintels op Michael Bogert. Die zei dit weekend tegen de NOS: als ik hier als enige ga zeggen wat ik allemaal weet, ben ik straks de kop van Jut. Voor de wedstrijd Feyenoord-Groningen zijn 20 Feyenoord-fans aangehouden op verdenking van het voorbereiden van rellen. Ze werden opgepakt in Rotterdam en Capelle aan de IJssel. Bij de verdachten werden drugs, messen, een wapenstok en een vuurwerkbom gevonden. Begin deze week kreeg de politie er al lucht van dat de Feyenoord-fans de afgelopen middag geweld wilden plegen. Criminelen zijn in Nederland steeds vaker actief in de illegale dierenhandel. Vooral ivoor, horen en tijgerproducten zijn gewild. Volgens Europese cijfers worden in ons land op Duitsland na de meeste illegale dieren en dierproducten in beslag genomen. Ook staat Nederland in de top 5 van landen die beschermde dieren importeren. In Nieuw-Zeeland is uit de buik van een vrouw een kieste van 35 kilo verwijderd. De vrouw was naar de dokter gegaan omdat ze sinds 2 weken last had van haar maag. In het ziekenhuis werd de enorme kieste ontdekt. Afgelopen week is hij tijdens een 4 uur durende operatie met succes verwijderd. Daar herstelt ze nu, maar volgens haar artsen mag ze voor de kerst naar huis. De vrouw dacht dat ze was aangekomen omdat ze te veel had gegeten. Het weer, vannacht opnieuw kans op regen. Overdag vooral in het noordwesten nog buien. Het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radio van Pound. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne, jazeker. Je kunt straks gratis gaan bellen met 0800-1121 voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is genuanceerd als altijd. De paus is een gigantische parallel. Maar nu eerst even verder nog met ons hoofd, Jan. Zeker weten, het meest belangrijke buitenland is Europa. We praten met VVD-buitenlandwoordvoerder Hans ten Broeke nog even door over de zegeningen van de EU en hoe we ons moeten opstellen naar het buitenland. Ja, we zaten al een beetje natuurlijk in dit ding van als Europa moeten we onze buitengrenzen beter gaan bewaken. Ja. Minder geld naar zinloze en niet bestaande olijventakken en druiven. Trossen en misschien meer in de bescherming van de buitenwacht. Nou, dit is een voorstel wat grappig genoeg nog wel eens door die zuidere landen kon worden overgenomen ook. Want je ziet Tunesië, ruim een jaar geleden, toen die Arabische lente, laten we nog maar één keer zo noemen, begon, staken er 30.000 Tunesiërs via Lampedusa over naar Italië. Wat gebeurde in Europa? De reactie was direct, de binnengrenzen moeten weer gesloten worden. Oké, omhoog. Sarkozy was er als de kippen bij om zijn eigen Franse buitengrenzen, die binnengrenzen waren geworden, om daar weer door niet eens
neer te zetten. Ja, dat werkte niet, dat ging niet. We waren allemaal geschrokken. Dat de Italianen allemaal doorliepen, dat snapte ik ook nog wel. Want die konden het allemaal niet meer aan. Dus als je nou hebt over iets wat een moderne 21ste eeuwse dreiging is. Nou, bijvoorbeeld migratie vanuit landen waar een hoop ellende is. Dan vind ik dat je daar als Europa een overtuigend antwoord op moet geven. Omdat wij daar als Nederland baat bij hebben. Een soort van Florida-Cuba-achtige situatie. Kijk, Nederland heeft daar baat bij. En tegelijkertijd kunnen we het niet aan, laten we zeggen, Griekenland, Italië en Spanje overlaten om dat allemaal te doen. Daar hebben we een organisatie voor, die heet Frontex. Die zouden we best wat meer spierballen kunnen geven. Maar er moet er wel voor betaald worden. Nou, als die betaling voor een deel van Europa zou kunnen lopen, vind ik dat niet zo gek. Vind ik dat overtuigender dan, ja, nogmaals, voor landbouwsubsidies of structuur- en cohesiefondsen waar het niet op kan. Nou, dan stoppen we even wat meer geld in dat Frontex. Dan hadden die Tunesiërs in Lampedusa niet tegen kunnen houden. Die zaten dan wel zeker al in. Wel. Ja, maar die zitten dan in Europa. En het probleem is, dat zie je dus ook met Somaliërs hier in Nederland. Dan zeggen ze, ja, die kunnen we niet terugsturen naar oorlogsgebied. Dus dan zit je er alsnog mee. Het tweede is bevoegdheden. Je moet natuurlijk ook naar andere bevoegdheden gaan kijken. Je moet heel simpel mensen die naar Europa komen. Dat zijn ofwel vluchtelingen. En vluchtelingen, daarvoor staan wij open. Maar dat moet je kunnen vaststellen. Ja, of ze zoeken werk. En mensen die werk zoeken, die moeten weer terug. En die moet je dus ook regionaal opvangen. Nou, die regionale opvang, daar gebeurt ook nog altijd veel te weinig mee. Dat bepleiten we nu met z'n allen al wat is het, 10, 15 jaar? Nee, dat gebeurt relatief weinig. Nee, dat is wel zo. Maar goed, stel nou dat je, er komen er 30.000 uit Tunesië, want er is heel veel gezodenieten daar op de gang. Dan kan je moeilijk zeggen van, ja jongens, er is een revolutie aan de gang, maar doden vallen. We sturen jullie wel even terug. Want wij denken dat jullie economische vluchteling zijn. Dus dan zit je met datzelfde gezodenieter. Dat wat we in Nederland met die kampen hier hebben, dat je die mensen niet terug kan sturen. Nou, je kunt ze wel terugsturen. Dus vang je ze op in buurlanden, zodat ze snel weer terug kunnen. Niet alle buurlanden zijn even onveilig. Toen Libië een groot probleem was, gingen heel veel Libiërs naar Tunesië. Omgekeerd had toen ook gekund. En door een relatie met die landen te houden. Nogmaals, dit is onze achtertuin. De Amerikanen komen ons daar niet meer te hulp. Wie daar invloed wil uitoefenen in zijn eigen belang, zal een actieve buitenlandspolitiek moeten worden. Betekent juist niet je terugtrekken achter de dijken. Betekent wel serieus zijn met je eigen beveiliging. Dus je zal inderdaad een buitengrensbewaking die iets voorstelt moeten opzetten. Geldt overigens ook voor de oostgrenzen. En je zal tegelijkertijd gewoon die landen moeten blijven helpen. In hun langzame proces naar iets wat lijkt op een democratisering. En dat zal in heel veel landen anders gaan. In Tunesië en in Egypte gaat dat anders dan in Libië. In Tunesië hebben ze nog een soort van institutioneel bewustzijn en ook nog wel een geschiedenis. Dat herkent Egypte ook. Dus daar kan je iets positiever over zijn dan over Libië, waar ze dat totaal niet hebben. Maar als je nou hebt over Europese grensbewaking, dan is de politieke unie toch afgerond? Zijn we toch klaar? Kunnen we opbouwen met de gezin? Nou ja, als je je grensbewaking met elkaar hebt geregeld, ja, dan ben je toch al een unie? Dat is toch gewoon, als je ervan uitgaat dat het oerteken voor Europa het doorzagen van die grenspalen tussen Nederland en Duitsland en Nederland en België was, en waarna de handel kon gaan stromen en vervolgens ook de personen over en weer konden gaan en nu ook kapitaal, en dat maken we dan tegenwoordig elektronisch over. En nu ook, en dat moet nog even gebeuren in Europa, de diensten ook vrij worden. Want daar zou Nederland ook enorm veel baat bij hebben als die dienstenmarkt, 70% van onze economie is daarvan afhankelijk, als die diensten ook uiteindelijk de grens kunnen oversteken, dan is geen grenscontrole binnen Europa, al heeft alleen maar bijgedragen aan onze welvaart. Nee, maar als je dus de buitengrens met elkaar, dat je een Europese grensbewaking krijgt, dan ben je één gebied. Dan kunnen we zeggen dat is één gebied. Ja, je zegt het heel kort zo, vlak voor het nieuws, zei je, we hebben ons eigen leger, Jan! En de adem daarvoor zei je, we gaan wel samen met de Patriots, met de Duitsers doen. Wij drukken op de knop, hè? Ik wil niet dat er een Duitser aan de trekker zit, of dat een Amerikaan aan de trekker zit. Historisch gesproken zijn ze er best goed in. Wij bepalen zelf wanneer we, als er een radarbeeld zou zijn met een inkomende skut of een afgedwaald skut, dan bepaalt Nederland zelf of ze wel of niet vuurt. En zo moet het blijven, jongens. Want uiteindelijk, wie neemt de verantwoordelijkheid voor als het misgaat? Nou, dat is de door jullie geliefde en door mij overigens evenzeer gewaardeerde Janine Hennis. Want dat is de minister van Defensie, die gaat erover. Nee, natuurlijk niet. En die is uiteindelijk verantwoordelijk, ja, zeker wel. Daar gaat Brussel toch over? Nee hoor, forget it. Ik weet niet waar je die sprookjes vandaan haalt. Waarschijnlijk van ome Geert of zo. Maar... Oh, nu ga je zeggen dat ik een beetje naar Geert Wilders aan het ben? Weet ik niet, dat suggereer je nu zelf. Het is hopelijk toch niet zo? Wel. Nou, ik vraag me af, ik denk dat er heel veel wat hier in het parlement gebeurt, dat het hartstikke leuk is, maar dat je dat wel theater kan noemen, omdat de meeste dingen al besloten worden in Brussel.
Dus dat er toch heel veel discussies worden gevoerd. En we gaan er niet mee akkoord. Maar geloof jij nou dat bij die Patriots die wij daar nu gaan stationeren in Turkije, geloof jij nou werkelijk dat er iemand in Brussel is? Een of andere onverkozen ambtenaar? Nee, dit komt vanuit de NAVO. Die uitmaakt. Dus iemand binnen de NAVO bepaalt hoe het gebeurt. Een niet verkozen militair in de NAVO hoofdkwartier die uitmaakt wanneer wij dat afvuren? Echt niet, Jan. Nee, daarom praten we er zo lang over in de Tweede Kamer. Maar dat geeft wel een beetje een probleem aan dan. Want dan ga je dus binnen de NAVO, zet je die dingen daar neer. En dan komt er een skut uit Assyrië. En dan is je niet Hennis in gesprek. Maar daarom had die vredesprijs die nu naar Europa is gegaan, wat mij betreft ook wel naar de NAVO gemogen. Want het had naar de NAVO gemoeten. Het bijzondere van de NAVO is dat daar die besluitvorming, hoe moeizaam dit soort zaken ook gaan, maar ondanks dat het ook om 28 landen gaat, daar werkt het over het algemeen. Nee, maar stel nou er komt een raket uit Syrië. En dan bepaalt Nederland of we terug gaan vuren. Ja, de Nederlandse commandant zal een mandaat hebben, neem ik aan. De commandant van die Patriot-batterij, die belt uiteindelijk, en dan hebben wij ook nog een rode kaart georganiseerd. Dus dat kan dan nog worden tegengehouden. Wat een raket, dat je zo met een rode kaart... De opdracht om te vuren. Maar het is de plaatselijke batterijcommandant van die Patriots die uiteindelijk uitmaakt of er wordt geschoten of niet. Precies. Zo, hij hoeft niet naar Den Haag te bellen daarvoor. Binnen de NAVO hebben we dus een aantal radarsystemen die aan elkaar gekoppeld zijn. Er zitten ook satellietbeelden bij. Dus ze hebben al heel vroeg door dat er iets afwijkt. Dat zit in Ramstein, in Duitsland. En daar komt dan ook nog weer een beeld. Goeie bent ook. ik geloof het, ja. En daar zit ook nog weer een Nederlandse liaison officer die dat uitmaakt. Dus Nederland heeft daar volledig eigenstandig moet. En dat moet ook, want het zijn onze spullen. En uiteindelijk, als er iets goed of misgaat, dragen wij zelf ook de verantwoordelijkheid. Zeg, over onze spullen gesproken. Vind je dat we nog genoeg spullen hebben? Het kan nog net, ja. Ja, ik vind. Want ik hoor Jennis ook zeggen dat we ook inderdaad binnenlandse taken nog moeten uitvoeren. Dat een mooie ambitie is. Ja, dat weet ik, maar goed, maar dat ligt er wel een extra. Ja. En we willen altijd het toch weer vooraan staan. Want we varen inderdaad ook nog de Golf van Aden met onze boot om piraten te paffen. En we zitten nog in ISAF, zijn nog. In de boten ergens zitten we goed. Ja. Sterker nog, die Frontex waar we het net uitgebreid over hadden, daar hebben we een paar boten voor die daar echt heel geschikt voor zouden zijn. De piraterijoperatie doen we dus ook in het hoogste echelon mee. We hebben veel minder troepen die we kunnen inzetten, maar dat willen we ook niet meer. Dus landtroepen, dat gaat veel moeizamer. Er zijn andere zaken waar we nog te weinig van hebben. Zoals? Onbemande vliegtuigen hebben we niet of nauwelijks. En die gaan we bestellen. En dat is echt van belang. Hebben we daar geld voor dan? Daar was geld voor. Of daar nog steeds geld voor is. We hebben daar in het vorige kabinet hebben we daar 200 miljoen voor uitgetrokken. Maar die moest voor een deel ook gevonden worden uit verkoop van bestaand materieel. Ja, daar kom je dan. Die tanks hadden we moeten verkopen aan Indonesië. Kijk, de tanks hebben we sinds Bosnië niet meer ingezet. Maar dat was treurig, hè, dat we dat niet verkocht hebben aan Indonesië. Daar was ik redelijk pissed off over. Ja. Dat was ook weer volgens mij GroenLinks. Ik heb het even gemist. Was het toch ook helemaal wild op? Mag ik raden goed, dat GroenLinks is tegen alle vormen van export die maar op de een of andere manier met wapens kan worden herleid. Maar goed, waar ik gewoon toen een groot probleem mee had, was de Partij van de Arbeid, die heeft dat destijds geblokkeerd. En dat vond ik wat opmerkelijk, omdat het ging om Indonesië. En toen ze zelf nog in het kabinet zaten, hadden ze Frank Heemskerk. En die heeft gewoon zijn handtekeningen onder de exportleverantie van 4 van die fregatten aan Indonesië. Ja, nou, die kunnen wel bij West-Papua komen. Die tanks kun je dan niet eens van boord halen. Nou, het zijn nu jullie beste vrienden, dus het is allemaal weer goed gekomen. Nou, we zullen eens kijken of er nog wat. Hebben we nog tanks naar Hoest ergens dus? Ja, maar ze staan ingepakt, hè? Oh, ja, dat wel. Ja, ja. Hoe ziet dat eruit? Ja, en dan zie je dus ook weer hoe Europa soms wel en soms ook niet kan werken. Want we hebben dat wapenexportbeleid, dat is eigenlijk Europees. Ja, de Duitsers hebben ze wel verkocht. En Duitsland zei dankeschön, want auf Wiedersehen. Ja. Ja, dan zijn ze misschien wat realistischer. Maar dat is dus het type buitenlandpolitiek wat we nodig hebben. En we moeten ons realiseren dat in onze eigen regio, of het nou om Wit-Rusland gaat, of het om Syrië gaat, of dat het om Tunesië gaat, in die hele hoek zijn we nu straks zelf verantwoordelijk. En dat kan alleen maar als we onze defensieinspanningen niet nog verder naar beneden laten lopen. Als we meer dingen gaan samen doen, op een efficiënte manier. We kunnen veel meer samen vliegen. We kunnen veel meer samen oefenen. Nederland heeft de meest geïntegreerde, meest Europese defensie al. Er is geen enkele defensie in heel Europa die zoveel samen vliegt, die zoveel samen oefent. Onze marine is volledig geïntegreerd met de Belgen, oefent met de Britten. We hebben een Duits-Nederlands legerkorps met officieren die over de hele wereld dienst doen. Lijkt wel een federale staat in Europa. Nee, juist niet, joh. Dat is juist de grap. Ik heb een grote hekel aan de federale staat. Heel even over hebben, toch? We hadden hier Lucas Hartong vorige week voor de PVV, Europarlementariër. Nou, die is heel duidelijk, hè. De wegwezen uit Europa, gulden terug en de groetjes met je zootje.
Maar waar staan jullie nou? Wat is het toch? Wat is beter? De gulden terug of de federale staat Europa? Ja, dat is absoluut helemaal geen keus. De gulden terug is geen verstandig idee. Dan gaan we de bietenbrug op. Dat weet Lucas Hartong ook. 42 miljard kost het volgens hem. Ja, ze hebben het laten uitrekenen. We hebben ze hebben ook nog eens wat andere kosten die ze een beetje onder water hebben gehouden. Het is een buitengewoon onverstandig idee om terug te gaan naar de gulden. We hebben die euro. Dan moeten we zien of we er een succes van maken. En laten we nou ook eens, want we hebben 2-3 jaar euro-ellende achter de rug. Mogen we hier vandaag ook eens even vaststellen dat het langzamerhand een beetje lijkt te gaan werken met al die maatregelen. Dat we voor het eerst zien dat de spreads, hè, dat is dus het verschil tussen de rente die wij betalen op wat we uit de kapitaalmarkt halen en die landen die zo in de problemen zitten, dat die eindelijk een beetje kleiner aan het worden is. Ja, hoeveel hebben we erin gepompt? Om dat te veroorzaken? Nou, in ieder geval een veel minder dan wat het ons zou gaan kosten als we er helemaal uit zouden stappen. Weet je hoe dat heet? Nivelleren. Ik weet niet of dit met wat het nivelleren is dat we als we een overdrachtsunie zouden worden. Een beetje zoals België. Dat Europa zo België het groot wordt. Het allergrootste deel van het geld van Europa gaat naar nivellering tussen de rijkere en de arme landen. Dus ja, dat is een onderdeel ervan. Dus, ja, maar we hebben dus ook overgedragen in de periode dat wij ze dat geld hebben geleend. En toen was het in ons voordeel. Dus je moet beide kanten van de medaille kunnen blijven zien. We hebben ze dat geld ook gegeven destijds tegen hele lage rente. Het verkeerde was, is dat we een muntunie zijn ingestapt met landen die fundamenteel anders denken over overheidsbegroting, tekorten, of je moet stimuleren of dat je moet bezuinigen. Dat is naïef geweest. Een aantal landen hadden er ook niet in gemogen. Daarom is het ook goed dat wij nu bijvoorbeeld voorstellen dat we willen dat landen er ook uit kunnen stappen of eruit gedwongen worden. Nou, dan zien we wel. Die zit aan het zuiden van onze zone en in onze regio die we goed moeten gaan beschermen. Dus het zal wel niet, denk ik, Han. Maar goed, hartelijk bedankt voor je bijdrage vanavond aan deze pre-kerstaflevering. Ik dank jullie hartelijk. Leuk dat je er was. Veel plezier met kerst. Ja, jij vindt dat leuk. Ik wens jullie ook hartstikke goede kerstdagen. En jullie luisteraars ook. Nou, ze bedanken jou ook weer daarvoor. Je hebt ze alle drie nu. We kunnen ze bij naam noemen. Mevrouw Janssen, kunnen jullie naar bed? Een hoop dankbaarheid en liefde uitgewisseld vanavond. En vorige week daarover gesproken, nog met hoge koorts geveld. En nu is hij weer terug bij echte Janne. De man die niet kapot kan. We gaan eens even kijken of Leo Dries het kerstgevoel ook al beet heeft. Sporten met Leo. Ah. Leo Driesen. Een hele goede dag, Leo Driesen. Nah. En een hele goede nacht, Jan. En een hele goede nacht, Jan. Ja, die Leo, wat had je nou, Leo, vorige week? Wat was er? Leo! Hebben jullie me gemist? Ja, heel erg. Malle van Hals moeten doen, die voorspelt dat Ajax kampioen wordt. Nou, dat weet ik niet. Ja, maar ik heb dat nog wel even teruggehoord. Jan Roos zat mij weer lekker lelijk af te vallen. Oh, hoe dan? Ja, dat weet ik niet. Zoals Jan Roos dat altijd. Nee, ik heb helemaal niks onaardigs gezegd. Ik heb alleen gezegd dat je ziek was. Nee, zegt Jan Roos, dat is toch ons? Ja, maar dat zegt Leo. Dat soort teksten. Dat deden we vroeger op het schoolplein. Oh. Ja, maar hij begon. Nou, mijn excuses alweer, Leo. God, kom leren zich. En maar even zakelijke heren, dat van vorige week heb ik op tijd ziek gebeld. Dus ik neem aan dat ik gewoon ziektegeld krijg. Ja, wordt gewoon doorbetaald. Ah, gelukkig maar. Hé hey Leo, Jan van Hals heeft vorige week Ajax wordt kampioen. Ik zeg het al het hele seizoen. En gaan ze vandaag nog verdikken mooi op hun bek in één keer? Nee, wat dat betreft heeft Ajax ze hebben wel volgens mij een notering in. Maar ze hebben in vergelijking tot de afgelopen jaren hebben ze eigenlijk een puntje gewonnen. We doen de afgelopen 2 jaar 4 keer in de competitie van Utrecht voor uit en thuis. Dus 0-0 is een punt wat ze vorig jaar niet hadden. Ja, dat is natuurlijk wel zo. Alleen, ze gingen natuurlijk... Alleen wat aan weer. Nou, ze gingen als een speer de laatste tijd en ze zouden dus kampioen worden. En dan vraag ik me af, zit er nu een knik in? Ja, maar ik heb helemaal niks met Ajax te maken wat kampioenschap betreft. Mijn kampioen heb ik al lang bekendgemaakt en dat is en blijft Twente. Ja, nee, terwijl ik toch... Ja goed, in ieder geval mijn kampioen is dan ook in ieder geval de winterkampioen. Maar die hadden gisteren wel even, ik was daar in Breda. Als je me nu gaat vertellen dat het eigenlijk nog spannender was dan je zo op het oog zag. Spannend? Ja, nee toch? Nee, het was verschrikkelijk. Ik weet niet wat er met NAC aan de hand was. Maar NAC was slecht of PSV goed? PSV speelde echt heel erg goed. Dat compliment wil ik ze, en dat kost me geen enkele moeite maken, want het speelde echt heel goed, fanatiek en prima. Maar NAC was wel heel erg slecht, moet je nagaan, hè. Die hebben dus 2 maanden geleden, exact 2 maanden geleden, John Karelsen op straat gezet.
Omdat ze toen in stonden, kreeg even een tussenpaustrainer. Adrie Bogers die deed het niet langer, omdat hij niet de zekerheid kreeg van nog een jaar erbij. Dus namen ze een andere trainer die daar nog rondliep, met alle respect natuurlijk, Gorilje. En waar staan ze nu twee maanden later? Ietsje later. 18e. 17e. Oh ja. Zelfde plaats. Hé, hey, maar Leo, eventjes, jij zegt Twente wordt kampioen, maar ze wonnen ook wel heel makkelijk bij AZ, hè? Nou, dat AZ heeft het heel goed gedaan. Het was een mooie wedstrijd. AZ heeft het heel goed gedaan? Ja, ja, het was een mooie wedstrijd. AZ had voor zo 2-0 voor kunnen staan, had Twente niks kunnen maar zeggen. Maar Leo, AZ verliezen met 0-3 thuis. Ze verliezen met 0-3 thuis, dan heb je het toch niet goed gedaan? Wat is dit nou? Je verliest met 3-0 en de uitslag is 0-3. Een beetje goed Nederlands alsjeblieft. Wat je wil, maar heb je het toch niet goed gedaan? Je lijkt net Gert-Jan van Beek. Nee, ik zeg ook niet dat ik het goed gedaan heb. Ik zei, het is een hele leuke wedstrijd en in de eerste helft had AZ op 2-0 voor moeten staan. Maar goed, dat is het probleem al de hele eerste helft van het seizoen. AZ zal wel wat bij gaan halen. Ja, ja, en waar hebben ze dan mensen nodig? Behalve op het middenveld, op de, nou, in de aanval. Alle linies, zoals dat zo mooi heet. Doelman. Nou, we gaan Gouden Leeuw halen, de verdediger van Heerenveen. Dat is een jongen die ook Noord-Hollandse roots heeft. Die komt sowieso. Het hangt er een beetje vanaf, maar hè, die gaat naar de waarschijnlijkheid ook weg tijdens de midstop. Ja, die was wel heel goed, maar is dat al bekend? Dat voor heel veel geld gaat hij weg. En dan halen ze er 4 spelers voor terug. Voor hoeveel geld gaat hij weg en waar gaat hij heen? Leo! Ja. Nou, het prijskaartje is 20 miljoen, dus het zal wel voor 15 miljoen zijn. Hè? En dan halen ze 4 spelers van 4 miljoen. En waar brengen ze hem naartoe? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik weet dat er concrete belangstelling voor hem is. Hij wil zelf ook weg. En dat zal dan ook graag gebeuren. En die jongen van Heerenveen, is dat al bekend dan al, dat hij naar AZ gaat? Gaan we leuk. Ja, is dat al bekend? Dat zeg ik toch net? Nee, maar ik bedoel, kunnen we nu een scoop jingle draaien of niet? Nee, joh. AZ heeft al een officieel bod gedaan. Waarom? Ja, ik denk, je komt een keer met nieuws. Oh. Ja. Hé, maar over Heerenveen gesproken, die hebben natuurlijk wel de ondergang van Vitesse nu extra glans gegeven, hè? Nou ja, ondergang jongens, ze staan op 5 punten van de kop. Ja, maar nee, dat is wordt nooit wie dat aan het begin van het seizoen had gezegd. Ja, ja. Maar Boos is het weg, het is klaar hoor. Ja, tweede rijtje denk ik hoor. Appetee. Ah. Nee? Er is weer geen plaats voor nuance, hè, hoor ik al. Oh, dan wel. Ik ben weer laat. Hé, hey Leo, is er misschien een... nog even wat over willen zeggen. Maar goed, dat misschien wel een andere keer. Ik denk dat ik het volgende week... Nee, wat? Ja? Leo, ja? Wil je nog iets kwijt? Wil je... Nee, ja, nee, maar of je nog iets kwijt... Wil je nog iets... Leo! Ja, ik heb een vraag, hè? Ja. Nee. Wil je nog iets kwijt? Wil je nog iets kwijt? Ja, zeker. Maar ik wil even... Voordat ik dat kwijt raak... Ja. Wil ik even weten, Jan Heemskerk, ik vraag me even jou, je man van de klok, toch van jullie twee de meest accurate en ook de meest, ja, wat zou ik zeggen, dat iemand als je die door de eten hoort, dan denk je, ja, die geloof ik. Ja, zeker. En dat kan ik met die andere Jan toch nee, niet zeker niet. Nee, ja. Maar dan vraag ik dus even aan jou, hebben we volgende week ook nog een uitzending? Ik heb gehoord van wel, ja. Nou, dan wou ik dan het jaaroverzicht doen, hè? Oh, is leuk. Ja, nee, even resumeren hoe 2012 volgens mij eruit zag. Nee, maar ik vind het allemaal leuk, joh. Maar dat is over geloofwaardigheid gesproken, zeg. Met een lijstje op de laatste uitzending van het jaar. Ik ga wanneer in het lijstje komen! Ja, maar het jaar doornemen. Ik verwacht het. Nee, ga ik het jaar niet doornemen. Ik heb daar maar één boodschap over. Ja, kutjaar. Nee, het is gewoon een boodschap. Ik zie hem. Mag ik even kort? Ik zal het volgende week wel even nader uitwerken. Maar ja, dan moeten we ook nog misschien even praten over meer financiën. Zodat ik ook tijd krijg om dingen nader uit te werken. Ja, maar de KNVB heeft dus de afgelopen dagen van zich doen horen. Nee. Door die strakke aanscherpmaatregelen af te kondigen. Hè, nou, van, niet meer protesteren, krijgen we meteen geel en enzovoort. Het is een beetje als te hard rijden en 5000 euro boete krijgen. Nee, maar ik vond dit al langdradig, joh. Als je dit volgende week wil oprekken, dan valt iedereen in slaap, Leo. Ik vind dat niet slim van de KNVB. Er luisteren ook mensen in de auto, hè, Leo? Die dan in slaap donderen. Ja. Dan krijgen we ongelukken. Ik vind, ze geven geen ruimte meer aan weet je, de afgelopen twee weken de eerste week ben ik zelf nog bij wedstrijd geweest en vorige week heb ik ziek thuis zitten kijken. Oh, nou, joh. Was ziek, hè? Nou, dat je eigenlijk. Ja, eigenlijk. Nou, bedankt voor de fruitband. Voor de fruitband. Jezus. Hey, dat was geen man fruit, het was een fruitband inderdaad. Leo. Hey,
Jan, dan mag jij vragen, waarom vergeet ik het weer? Het was zo jammer, de afgelopen twee weken gingen de spelers ten opzichte van elkaar en ten opzichte van een scheidsrechter, behouden ze een incident hier daar veel vriendelijker met elkaar om. Ja. En dan komt de KNVB en die zegt, het mag allemaal niet meer! En nou ja, je geeft geen ruimte om zelf iets te doen. Nee, het is een beetje te vergelijken met het geschreeuw van Teve en Opstelten. En dat pakken we aan, en dat gaan we doen. Die Opstelten die zegt van, wilt u alsjeblieft dadelijk tijdens oud en nieuwe foto's maken als de ambulances worden aangevallen. Maar Leo, dat is helemaal van lol. Leo, nu mijn vraag, hè. Nee, mag ik even? Leo, wil je dit volgende week niet nog een keer doen? Ja, we hebben het nu gehad. We gaan volgende week dan even echt iets anders doen. Want ik kan echt niet. Nee, maar het is wel... Het is Radio 1, weet je wel. Dit was heel mooi. Dit is misschien in de kantine van Telstar leuk, dit. Maar dit gaat niet de kerstboodschap van Leo zijn. Dat we allemaal... Het valt mij op dat als ik iets dieper leer op wat voor zaken dan weer gaat, dat Jan-Roos een beetje afhaakt. Nou ja, hij heeft de attentiespannen van een befgranaal. Dat is ook zo. Ja. Ja, maar dat is wel het moderne luisteraarprofiel. Maar wil jij nog weer die doordachte vraag van je stellen met heel veel... Ik durf nou al niet wat, meer. Wat? Hou op je mond, Leo. Nee. Jan, stel die vraag. Nee. Nou, mooi. Leo! Welke vraag wordt er niet gesteld? Hebben Willy en René nog een kerstwens voor onze luisteraar? En El Salvador, toevallig. Ja. Een kerstwens. Ja. Hallo. Ik zie 2013 nog een nieuwe goedkoop op de. Ah, schitterend. Dus echt, ik zit hier met een brok in mijn keel, echt waar. Ja, en Johan, misschien nog, is die wel leuk, ik weet niet. Hallo, dat is jammer. Er komt zo dadelijk dus Kim Holland, begrijp ik dat? Ja. Goed. Die dus niet kent, persoonlijk natuurlijk, maar zal benoemen. Ik denk dat je nog even moet gaan uitzieken, Leo. Je bent nog niet opdreven. Ik vond het een machtig stuk diepgang. Nee, wat en namens, minus mede namens de luisteraars die wel degelijk langer dan anderhalf minuut aandacht ergens bij kunnen houden. Ja, heel erg sorry van Jans gedrag weer. En het was heel boeiend. Het deed mij denken aan de rechterlijke macht die nu ook gecontroleerd dreigt te worden. Minimumstraffen. Je weet je wel, de mensen die erover moeten gaan, die gaan er niet meer over. Nee, Leo, we gaan naar de kloten met z'n allen. Je hebt helemaal gelijk. Dat doen we dan weer niet. Oh nee, we gaan niet met lood naar z'n leuk oude mannen dingetje wat nu heeft zich afgespeeld hier. Hey Leo! Ja, tegen Jan-Roos, hè? Ja, joh. Nee, zei het jongens, een spuugwoord voor hem. Echt waar. Komt Kim Holland, komt dus. Ben je de groeten doen? Ja, Kim, doen we de groeten aan je, van jou, Leo. Zou jij Kim Holland doen? Nou... Als we geld gaven... Ik zou met Kim Holland wel een keer een koffie willen drinken, ja. Echt waar, ja? Echt, ja, dat zou ik koffie drinken wel. Nou, dat schijnt je ook heel goed te kunnen, koffie drinken. Slobber. Ja, vooral met die zo'n dikke... Slobber, ja. Even een hele dikke... Hey. Leo, van die hele grote fluigen met een geklopte melk. Van die dikke, romige melk. Zo over de kin druipend. Ja. Leo. Komt zie je het nog? Ja, Simon komt ook nog. Ja. Nooit. Heel veel geklopte melk, Leo. Dag, Leo. Ja, ja. Dag, Leo. Doe het maar naar voren. Ja, doe ik. Naar Leo. Doei. En toch vond ik mezelf wel op dreef, hoor. Je was heel goed, hoor. Voor iemand die nog steeds ziek is. Voor hoge koorts ging het hartstikke goed. Nee, het aardig. Nou, hartstikke goed. Stap ik op een nieuwe bril. Ja, zet het maar uit, hoor. Ik ben zacht. Ik ben er heel klaar mee. Op zacht. Leuk, zo'n thema-jingle. Gadverdamme, nog een volgevreten en doorgeschopen. Nou. Doe maar gewoon een keer. Volgevreten en doorgeschopen zal onze Oostblokvriend de aankomende dagen slijten. Ja. Goed voor hem, goed voor onze Martin. Martin houdt van die kerst. Al als kleine jongen in Tsjechië was ik er gek op. Het is dan gezellig in huis. En je mag ongehinderd dagen achter elkaar vreselijke hoeveelheden vreten en suipen. Precies zoals het hoort bij die kerst. Ik kan mij dan ook helemaal kapot ergeren aan... Pardon. Ik kan mij dan ook helemaal kapot ergeren aan een Nederlandse traditie in deze tijd. Serious request van 3FM. Drie radiomiljonairs die een paar dagen lang opgesloten in een glazen huis zichzelf zogenaamd uithongeren
om zoveel mogelijk geld op te halen voor een of ander goed doel. Ten eerste kan ik u vertellen dat die hieren wel eten. Ik weet uit meerdere betrouwbare bronnen dat ze in hun slaapkamer een koelkast met vreten hebben staan. Dus dat zogenaamde solidaire met die mensen in die derde wereld die echt geen vreten hebben, is nog decadenter dan het al lijkt. Het is als even een paar uur je laten opsluiten met de sleutel in je zak om aandacht te vragen voor kinderhoertjes in Thailand. Als rode vlekjes met afwasbare inkt op je kop laten zetten om aandacht te vragen voor alle AIDS-leiers in Afrika. Daar is nou eenmaal niks solidair aan. Dat is niets meer dan de Kijk Mij Nou Theater. Diegenen waar ze zogenaamd voor opkomen, die doen er helemaal niet toe. Het is een ego-momentje van mensen die in de media aandacht willen voor voornamelijk zichzelf. Ik heb eigenlijk maar één serious request. Kan dat godvergeten glazenhuis alsjeblieft weg? Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Zo, ik heb hier een droge bek van gekregen. Even wat champagne drinken. Want ik ben namelijk ook solidair. Met mijn eigen behoeftes, ja. Ja, Sharon Gasthuizen was deze week boos op Fred Teven. Dat is natuurlijk helemaal geen verrassing. Het is echter wel een reden om te bellen met dit zeer bevlogen en uiterst sympathieke Kamerlid voor de Socialistische Partij in... Het Haags Geluid. Een hele goede dag, Sharon Gasthuizen van de SP. Ja, hallo, goedenacht. Zo zeggen, lekker makkelijk zeg, zo hebben we het graag. Mevrouw Gisterhuizen, wat lazen wij? Een motie van wantrouwen van u aan het adres van staatssecretaris Teven. Want hij, en ik quote, verkondigde één partij onzin. Nou, dat zijn woorden, wat is er aan de hand? Het was een motie van afkeuring, maar... Afkeuring? Dat was een motie van afkeuring. Oh, gelukkig maar, dat viel nog wel mee, hè? Was hij toch niet zo boos? Nou ja, het komt op ongeveer hetzelfde neer. Ik keur het beleid van de staatssecretaris af. Oh. En dat had inderdaad alles mee te maken dat Teven daar eigenlijk allemaal praatjes had verkondigen die van geen kant klopten. Waarover? Ja. Over een motie die een paar weken daarvoor was aangenomen. En die ging erover dat een groot deel van de Kamer niet wil dat de mensen die we op dit moment niet kunnen uitzetten en die ook niet zelf kunnen vertrekken, dus uitgeprocedeerde asielzoekers, dat die in die tentenkampen zaten, dan moesten ze weg. Ja. En ik wilde dat die mensen niet op straat gingen zwerven. Maar wat is dan de onzin die Teven heeft verkondigd? Nou ja, die motie, die moet je voorstellen, tijdens dat debat wat we eerder met Fred Teven hadden, zei hij van nee, die motie die ga ik niet, dat kan niet. En die ontraad ik ten stelligste en dat is onzin en dat willen we niet en dat zou ondermijning van mijn beleid zijn. Ja. Maar uiteindelijk werd die aangenomen en toen heeft de staatssecretaris besloten om te zeggen van nou ja, het is eigenlijk een soort van het sluit aan bij beleid wat we al hebben. En dat gaat over het buitenschuldcriterium. Als mensen niet kunnen vertrekken, dan komen ze in sommige gevallen in aanmerking voor verblijfsvergunning, omdat het niet hun schuld is dat ze niet kunnen vertrekken. Ja, hoor eens. En toen zei hij, en dat is dan de uitvoering van de motie. Nou ja, goed, daar was ik het uiteraard niet mee eens. En overigens de andere mensen die onder die motie stonden ook niet. Dus ja... Dan moet je politieke consequenties... Ja, maar deze motie heeft het niet gehaald dit keer. Uw motie van afkeuring? Nee, bij lange na niet. Nee, ja, vreselijk. Zeg maar, Teven die stelt eigenlijk gewoon dat hij niet verantwoordelijk is voor iedere gek die op straat gaat staan of in een tentenkamp wil wonen. Die mensen die kunnen gewoon naar huis en die werken hem tegen en klaar met de gesodemieten. Dat zeg je toch eigenlijk, of niet? Ja, ik heb hem dat niet zo horen zeggen. Nee, maar ik val het even normaal in. Misschien zijn het meer de woorden van Fietse Fritsma van de PVV. Die praat wel ongeveer zo over die groep mensen. Maar staatssecretaris Teven die zegt, mensen zijn zelf verantwoordelijk. Ja, dus, maar aan de andere kant is het ook zo. Je wil bij ons in het land komen wonen en blijkbaar hebben we geen plek voor deze mensen. Anders hadden ze een vergunning gekregen. Dus dan is het toch ook toedeledokie. Hmm. Kun je toch moeilijk iedereen gaan opvangen die niet terug naar zijn land terug kan? Weet je wat ik eigenlijk eventjes had moeten doen voordat u belde? Ik had u eigenlijk een mooie kerstkaart moeten sturen die we vorige week hebben gemaakt. Dat zijn dat was wel heel leuk geweest. U heeft mij geen kerstkaart gestuurd? Nee. Zeg ik u dat nou? Ik doe het straks nog. Jongen. Kan nog net, hè? Kan nog net. Lekker socialistisch, Ja, ik hoop het nog goed. Jezus.
Maar wij hebben een mooie kerstkaart gemaakt. We lachen er nu wel om, maar het is uit serieus. En die kerstkaart heeft met de veilige groetjes van Fred. En dan zie je een mooie foto van twee Somalische soldaten. En daaronder zie je dan een overzichtje. Het is heel luguber hoor. Maar dan zie je een overzichtje met welke aanslagen er de afgelopen maand allemaal in Mogadishu zijn geweest. Dat leuk. De hoofdstad en die wilde Somalië. U naar mij toe sturen voor de kerst. Nou, ja, ik heb kleine kinderen hoor. Oh ja, nee, maar daarom zei ik digitaal, dus die had ik dan digitaal. Nee, maar eigenlijk zegt u van, het is onverantwoord. Nee, ik begrijp wat erachter zit, Jan. Dus wat erachter zit, is dat de mevrouw Gesterhuizen denkt dat, daar is maar eens laten zien, als je mensen terug stuurt naar Somalië, dat er constant aanslagen zijn, dat het helemaal niet veilig is. Daar heeft mevrouw Gesterhuizen helemaal gelijk in, maar wat de boodschap ook is, aan alle andere Somaliërs die denken, oh, dan ga ik ook naar Nederland, want ze kunnen me niet terugsturen, is dat we ook niet alle Somaliërs in Nederland kunnen hebben, want dan is het wel heel vol. Nee, dat zou zeker niet kunnen. Maar dat is dan toch ook wat je laat zien, van joh, als je kan bij ons komen, we kunnen je toch niet terugsturen, ga je in een tentenkampje zitten, vinden we je zielig, krijg je een huisje. Ja, ik denk niet dat het zo simpel is. Kijk, mensen uit Noord-Somalië, daar is het betrekkelijk veilig. Maar het gaat met name om, Mogadishu ligt namelijk, het ligt vrij zuidelijk, centraal Zuid-Somalië is dat. En daar is de situatie echt heel erg gevaarlijk. Wij zijn als SP in ieder geval heel erg voor opvang in de regio. Ik bedoel, je moet zien hoeveel mensen er wel niet in Kenia of in Noord, ja, bedoelt u? Bijvoorbeeld in Kenia worden opgevangen. Of in Noord-Somalië. Ontzettend veel, ja zeker. Maar het gaat hier toch om mensen die in een levensgevaar... Dus leven gewoon in een oorlogsgebied. Nee, dat kan daar, wel. Maar als je baat, dat zijn echt geen gezellige jongens. Nee, hetzelfde geldt eigenlijk zo voor Irak. Hè? En het lastige is natuurlijk dat je kijkt dan zeg maar van wat kun je als land doen. Nou ja, dan natuurlijk op een gegeven moment dan moet je zeggen, een land is weer veilig. Mensen kunnen weer terug. Heel vaak willen mensen dat ook als hun eigen land weer veilig is. Maar ja, je moet dan niet denken van, we zijn het nou eigenlijk wel beu. En weet je wat, we schrijven er een berichtje over dat het eigenlijk wel weer kan. En dan sturen we die mensen terug. En dat is toch wat er nu gebeurt. Nee, nou ja, dat daar valt over te twisten natuurlijk. Zeg, er zijn nog meer dingen aan de hand. Kinderpardon, dat gaat dan weer wel door, hè? Dat is toch fijn dan? Ja, dat klopt. Het ziet er, voor zover ik het nu kan zien, vrij positief uit. Het kan wel zijn dat het nog even wat onduidelijkheid geeft voor mensen die... de vraag is dan, ligt eigenlijk een beetje het verlengen van waar we het net over hadden, van wanneer werk je wel of niet mee aan je eigen terugkeer. Oh, maar dus het zou zomaar kunnen dat die Mauro alsnog niet mag blijven. Nee, dan krijgen we dat gezeur straks weer, joh. Persoonlijk voor betalen, als hij met godsnaam blijft. Ja, precies. Want... Al moet hij bij mij in de achtertuin in een hutje. Want ik heb dat gezeik over Mauro, dat wil ik niet meer hebben, hoor. Nee, dat wil ik ook. Ik zal het proberen door. Oh, weet je wat wel leuk is? We kunnen misschien vragen of hij dan bij Tovik Dibi mag wonen. Nee, maar dat bedoel ik omdat Tovik... Dat hoeft toch helemaal niet? Het punt is nou juist dat Mauro hier... Dat is een van de redenen waarom ik vond dat hij moest blijven. Is omdat hij hier gewoon een nieuw gezin heeft. Oh ja, natuurlijk. Ja, dan hoef je ook niet bij je... Dat is een van de redenen waarom we vonden dat dit een bijzonder geval was. Waarvan je zou moeten zeggen, ja, die jongen is hier zo... Op zijn plek al, want die houdt gewoon van zijn pleegouders, die wil hier heel graag blijven, en wel zijn pleegboertje natuurlijk. Nou, terecht. Zeg maar, wat was nou het probleem dan? Volgens mij werkt het dan zo, als je 5 jaar hier zit zonder dat je toevallig ondertussen naar alle andere landen bent geweest, of anderszins hebt tegengewerkt, dan mag je als kind blijven en joepie de poepie, je ouders dus ook, want we sturen niet de ouders terug, terwijl we de kinderen houden. Dat lijkt me toch mooi? Ja, klopt. Alleen voor de nieuwe regeling gaat wel gelden dat je... Je hebt nu zeg maar een overgangsregeling. Maar daarna gaat de nieuwe regeling, of de permanente regeling in. Hè? Mm-hmm. En daarin staat in de voorwaarden dat je eigen terugkeer niet mag hebben gestructureerd. Dus je moet hebben meegewerkt in je eigen terugkeer. Maar ja, en dat is gewoon een punt van discussie. Ik bedoel, het kan natuurlijk zijn dat sommige vreemdelingen zullen zeggen... Ja, we hebben altijd meegewerkt. En dat de IND dan zegt van nee, maar deze mensen... Of de DTNV, hè, dat die terugkeer en vertrek. Dat die dan zeggen van nee, deze mensen hebben niet meegewerkt. Dus het zal niet... Mevrouw Gisterhuis, nu begrijpt me toch een beetje het gevoel. Nou krijgt u toch iets moois, denk ik. Ja, weet niet goed. Zo'n kinderpardon, zit u toch een beetje weer achter het kinderpardon te zoeken of er misschien nog wat meer te halen? Ik krijg toch ook een beetje het gevoel dat u een hele slechte telefoon heeft. Ja. Oh, is dat zo? Ja, joh, het lijkt wel of u ergens in Noord-Korea staat. Noord-Somalië. Dat is helemaal niet zo. Nee, dat weet u zeker. Ja, ik zit lekker op de bank, gewoon in Den Haag. Goed. Oh, ja, nee, dat is dan. En dan wordt de illegaliteit wel weer strafbaar, toch? Hè? Ja. Dat klopt. Het is wel een gedoe, hè? Ja, ik had liever gehad dat ze gewoon, weet ik veel, beroepsfraudeurs of witwassers of... Dit is ook strafbaar, hoor. Mensenhandelaars zouden gaan oppakken. Dat lijkt me een stuk handiger. Ja, maar je kan ook weer niet iedereen illegaal in je land laten rondlopen. Ik bedoel, laten we ook een beetje realistisch blijven. Nee, dat mag ook niet. Maar in principe kun je, ja, mensen die hier illegaal zijn, dan moet je van zorgen dat je ze wel kunt uitzetten als ze hier geen recht hebben om hier te blijven. Maar of dat nou heel veel zoden in de dijk zit om te zeggen van, nou jongens, en dan moet je €500 boete betalen. Nou, het zou... Dat
weet ik niet. Jan die had dit ook als een moment van, wat zouden we eens kunnen doen om anderen nog te ontmoedigen om hier dan ook te komen. Hè? Als we zeggen, nou, we zitten hier wat mensen, daar moet je toch een beetje goed voor zorgen. Die kan je niet zomaar in de klauwen van de oorlog sturen. Maar goed, je kunt, waarschijnlijk vertelt het zich wel snel rond van, ja, in Nederland is illegaal rondlopen een kostbare zaak. Want je betaalt constant grote boetes. Dat zou een remmend effect kunnen hebben, bijvoorbeeld. Hè? Ik denk, ja, maar ik kan heel veel andere, hele akelige dingen verzinnen. Nou, die wij zouden kunnen gaan doen ding. Met vluchtelingen en asielzoekers. Zeg nog eentje. Ontzettend afschrikwekkende. Ja, eentje horen. Maar laat het net over dat wistje bij u in de achtertuin. Ja. Dat lijkt me ook afschrikwekkend trouwens. Afschrikwekkend. Voor mensen. Maar even zonder gekheid. Hallo, hier heb Pyongyang. Hallo, hier heb Pyongyang. Dat gaat weer niet goed hoor met die telefoon hoor. Wat cool hier. Nou ja, goed. We gaan ze waterboarden en dan zijn we vanzelf. Dat is eigenlijk wat u wil zeggen. Het is die piek op de kerstboom, denk ik, die stoorzender is. Nee, ja, je moet gewoon uitkijken dat je als Nederland wil je gewoon wel veilige vluchthaven zijn, denk ik, voor vluchtelingen. En als je mensen dan van tevoren vooral vertelt van ja, maar je bent hier eigenlijk niet welkom en we hebben zo afschrikwekkend mogelijk beleid. Ja, volgens mij voldoe je dan niet aan je plichten uit het vluchtelingenverdrag. Dus ik ben daar heel erg op tegen. Oh, nu gaat u opeens Europa erbij slepen. Nee, dat is niet alleen maar Europa. Jongen. Moet je internationaal zien. Dan opeens Europa erbij trekken als nee, de SP. Nee, niet dus alleen Europa. Niet te geloven, hè. Jongen. Nou, mevrouw Gesthuizen, ik vind het wel mooi geweest. Ja, nee, dat is niet alleen het storen van uw telefoon, hoor. Maar wat vindt u mooi geweest met die vluchtelingen? Of vindt u het gesprek mooi geweest? Nou, eigenlijk wel het laatste. Met de eerste ook een beetje, maar het laatste vooral. Ja. Weet je wat ik me altijd afvraag als ik dan mensen van de PVV zo boos hoor? Die mensen zijn, soms heb ik het gevoel dat ik een beetje een arm om meneer Fritsmaal moet heen slaan of zo. Dat ik denk van, joh man, doe toch niet zo boos. Waarom? Ja, maar dan denk ik bij mezelf, het zal maar eens een keer gebeuren dat wij hier moeten vluchten, weet je. Dat wij hier naar een ander land toe moeten. Nou, ga ik niet naar Somalië. Nee, dat dacht ik wel. Ik voorlopig ook niet. Nee, ik ook niet. Waar zou u het liefst heen willen vluchten als u een land mag uitkiezen? Ja, als ik in mijn lijst heb, bedoel, vluchten wil ik natuurlijk niet, maar... Nee, als het moet, hè, als het moet. Een paar leuke vakantiebestemmingen die zitten er wel in. Ja, ik zou ook naar iets warms gaan, denk ik, met heel veel lekker eten. Precies, ja. Begrijp ook niet dat ze dan naar Nederland komen, dat is eigenlijk altijd een quote weer hier altijd. Ja, gisteren was het heel triest, maar ik vond het vandaag nog wel mee van. Ja. Nou, precies. Goed, ja, nou Jan. Nou, maar vergeet thuis, ga lekker slapen. Ik ben op de een of andere manier... We hebben toch nog gezellig afgerond. Nee, maar natuurlijk hoor, want dat is ook wel zo. Aan de ene kant vind ik het ook wel weer heel lief van u allemaal. Oh. Ja, dat wel, hoor. Nou, je kan heel veel over mevrouw Gesthuizen zeggen, maar een schat is En er zit een warm mens. En hart op de goede plek ook. En niet alleen draad. Nee. Nou, daar houden we het dan maar even bij. Maar van Gesthuizen. Van Gesthuizen. Tot de volgende keer, wel rustig. Ik ga over nadenken vannacht. Ja, dat zal ik zeker doen. Dag. Het Haags geluid. De liefdespantel. Overleef de kerst. Door naaste liefde. Dagboek van de liefdespanter. De feestdagen zijn voor kinderen en bejaarden. Deze diepe, diepe levenswijsheid kwam de liefdespanter afgelopen weekend weer prima van pas tijdens het jaarlijke pre-kerstfamiliefestijn op Texel. Zou je als hardwerkende volwassene een dergelijke expeditie gaan beoordelen naar persoonlijk nut of geluksgewin, dan zou je halverwege Den Helder en de Veerhaven Texel een bultruggetje maken en je met een rauwe wanhoopskreet van de dokter Wagenmaker werpen. Maar zie je dan de zielsgelukkige blik van die oudjes die eindelijk al hun klein kroost met aanhang in de armen kunnen sluiten? En zie je de onversneden vreugde van je kinderen die afhankelijk van hun leeftijd met hun neefjes en nichtjes in delirium gaan zuipen, dan wel het subtropisch klimparadijs onveilig gaan maken? Heb je er wel weer vrede mee? En maak je je dan ook nog leeg van aards verlangen en stel je jezelf in dienst van het algemeen goed en dat van ouderen en kinderen in het bijzonder, heb je best nog een leuke middag met koken van kerstdiners, het zingen van drankliederen en het spelen van eindeloze klaverjasmarathons en drankspelletjes met apfelkorn. Tot ieders, jouw eigen stomme verbazing, ben je het licht van het feest, de leuke papa en de fijne zoon. En maakt er niemand bezwaar als jij en je kater de dag erop tijdig de pont naar de veilige haven nemen. Alwaar jouw eigen leven weer een aanvang kan nemen, tot morgen dan in elk geval. Want dan mogen we met de schoonouders naar een hotelletje in Frankrijk. Komt ook goed. Feestdagen, die zijn voor bejaarden en kinderen, maar ze gaan ook een keer voorbij. Dagboek van de liefdespanter. Nou... Zo is het maar net, Jan.
Je kan nu gratis bellen aan 0800-121 om je mening te geven over de stelling van vanavond. En dat is, de paus is een enorme paardenlul. Ja, en voor we daar naartoe gaan, nog even dit. Kim Holland is het boegbeeld van de Poldlandse porno, dames en heren. Bovendien is hij sinds kort sponsor van een heuse voetbalclub. Hoezo? We bellen even met het rondborstige fenomeen. Goedenacht, Kim Holland! Een hele goede, geile nacht. Jan en Jan. Ja, we zijn nou, er, doe mij nog maar een bakje koffie. Ik ga ook gewoon met mijn pornostem. Meen je dat nou? Ja. Ja, het klinkt lekker. Je, ja, mooi, hoor. Hè, zo heel doe jij je pornostem is, ja, Jan dan? Ja, dat is zo, je pornostem? Ja, maar dan iets harder. Dit is meer twee pakjes Kermel op een dag stem, ja, als ik heel eerlijk ben. Maar jij bent niet van de mannen, maar Kim wel. En Kim staat thuis wat ik bedoel. Vind je dat je geile stem, Kim, van Jan? Ja, nou, weet je, een doorgerookte stem kan ook echt heel geil zijn. Want de Joe Cocker die heeft daar heel veel mee bereikt. Dus zo. Ik bedoel maar. Ja. Joe Cocker, die heeft ze echt in bosjes aan zijn snikkel geregen. Echt waar. Ik denk het wel, ja. Dus is het ook, hè? Kim Cocker. Met je sopraan. Hey Kim, we belden over natuurlijk een bijzonder nieuwsfeit. Weliswaar niet heel erg nieuws meer. Maar wat maakt het ook uit? Hoe heet die club nou die je aan sponsoren bent? Ja, ongelooflijk, hè? Ruk. Nee, dat is niet ongelooflijk. Dat is geen toeval. Dat is geen toeval. Nee, daar heb je ze op uitgezocht. Toeval. Nou, laat ik zo zeggen, er zat niet nog iemand bij inderdaad met zo'n soort naam. Maar ze waren wel de enige die gelijk met het meisje wat we bij ons hadden, onder de douche met z'n allen sprongen. Dus ze hadden ook nog echt gewonnen. Even wachten. Ja. Jij sponsort nu een voetbalelftal en uiteindelijk ben je dat gaan doen omdat je een naakt meisje bij ze onder de douche hebt gegooid. Het klinkt eigenlijk heel flauw, hè? We hebben er een beetje een wedstrijdje van gemaakt. Zo werkt het natuurlijk voor prijs. Dat is toch hetzelfde dat je een bloederige biefstuk in een pitbullfokkerij flikkert en zegt, nou, ze hebben gewonnen, want ze aten hem op. Ja, Jezus. Maar daar hebben er 6 anderen aan meegedaan. Juist. Dus, eentje, Kim, leg nog eens even uit. We gaan even terugspoelen, hè? Op een mooie dag besloot jij, ik wil het Holland heetste voetbalteam vinden. Dus je hebt er 6 uitgekozen. Je bent daarheen gegaan met een bloedje aantrekkelijk wijf. Je hebt je onder het douchegebied en daar en al die andere 5 mythe-teams die zeiden, oh nee, we willen geen blote vrouw onder de douche, want dat vindt onze vriendin niet goed. Ja, en Ruk zei gezellig. Ruk zei nou, het is een mooie samenvatting, Jan. Ja, maar dat klopt niet helemaal. Oh, maar het komt erop neer, we hadden 60 teams die zich hadden aangenomen. 60? Dat is serieus. 60 teams, jawel. En er zijn er uiteindelijk 6 uitgekozen. Ja. Uit die 6 zijn we dus inderdaad met 6 verschillende meiden er naartoe geweest. Ja. En geloof het of niet, 1 team durfde het maar aan om als heel team onder de douche te zitten. En dat was leuk. En nu een blote snikkel ook, of niet? Nou, of was het weer het laffe gedoe met handdoekjes? En, ja, en je weet hoe dat gaat. Hè. Oh, laten we eens eventjes een belangrijke vraag stellen in het interview. Hoe is het nou met een meisje? Ja, heel goed. Wat ik bedoel, 11 stuks. Ja, met zijn reserves 15. Nee, joh, maar die kent hem, kan ze makkelijk aan. En daarna hebben we natuurlijk een feestje georganiseerd. Ja, als je dat durft, gaan we ook nog een feestje organiseren. Ja, 5 meiden meegenomen. Is er nou gegangbankt of niet? Er is niet gegangbankt. Heb je de beelden bij Poniums niet gezien? Ja, ik slaap mensen er niet uit. Je hebt een nummertje van pakken wat je pakken kan. En dat is dus wel gebeurd, Jan. Oh, dus er is gepakt. Wat er is wel gepakt. Oh, maar door wie? Door het meisje of door Ruk? Dat gepakt nou, ik denk dat het allebei wel was. Gepakt wat je pakken. Ja, een beetje snikkel slingeren en een beetje tieten knijpen. Dat was het een beetje zo. Zeg maar. Ja, okay, of krijgen we binnenkort nog Rukken met Kim in de webshop? Nee, je weet het maar nooit. Hey, Rukken doe je nooit alleen, hè? Rukken, dat is een clublied, hè? Dat is een slogan. Ja, absoluut. Maar Rukken doe je nooit alleen. Ik heb het even met Jan gecheckt, maar wij kwamen tot de conclusie vaak wel, hoor. Ja, maar dat was dan eigenlijk weer het leuke, want het hele team wordt gesponsord door Meiden van Holland, onze pornozender. Ja. En daar kan je dan lekker op rukken, dus dan doe je het niet meer alleen. Ja, maar ik vind het een hele gevaarlijke tendens. Mag ik het even kwijt, dat groepsrukken? Ja. Ik vind het heel ongemakkelijk. In zo'n kleedkamer, er allemaal je snikkel eruit en een klein dvd-spelertje. Ja. Ik vind het heel vies, hoor. Hey, Kim, ken jij Beschuitje, Beschuitje? Beschuitje. Ja, als je dus groepsrukken, daar had Jan het over. Hè? Dat deden wij vroeger bij hockey. Ah, dat zaten daar niet op. Jan, doe mij. Nee, ik wil het niet weten. Nee, maar dat was mooi. Dat weet ik wel, Jan. Beschuitje. Dus dan leg je dus een beschuitje op de douchevloer. En dan gaat de hele elftal rukken. En degene die dan zeg maar het laatste het beschuitje belegt,
moet het beschuitje opeten. Dat eet een beschuitje, beschuitje. Dat deed toch iedereen. Hebben jullie dat nooit gedaan? Nee. Nooit? Is dat niet hij heeft dat nooit gedaan. Is dat niet normaal dan? Nee. Zeg, nou, dan denk ik toch eigenlijk dat ik dit net verzonnen heb. Een leuk thema. Ik heb er ook eigenlijk nog nooit gefilmd. Ik dacht dat. Maar zei, vind jij dat dan. Eventjes, vind jij dat als vrouw nou leuk? Zo'n idee dat er dan 10 van die naakte gasten onder zo'n douche staan te rukken voor je? Is dat leuk? Dat ook heel normaal. Nou, het ligt er een beetje aan wat voor gasten natuurlijk. Nee, maar breed gespierd met een lul van 1,5 meter natuurlijk. Maar gewoon en spuiten als ik heb overigens nooit verloren hoor. Met beschuitje. Schuitje, dat je niet dingen. Eerlijk is het natuurlijk wel geil, hè? Echt waar? Tuurlijk, zou jij even 10 vrouwen die voor jou staan te vingeren, Jan? Nou, dat is niet geil. Nou ja, 10 vind ik wel veel, hoor. Maar op zich is het ik goed. Ik heb dus ja. Echt nog nooit zo'n beschuitje gegeten. maar dat je niet. Hij is helemaal van het beschuitje op. Nee, maar waarschijnlijk, wat we nu concluderen, is same sex is het toch wat minder. Alhoewel ik niet altijd als eerste klaar kom, dan wil ik niet suggereren dat ik te snel klaar kom. Al die rondslingers, de snikkels, en je ook dat competitie-element dat je dan denkt, oh god, ik ben nummer 9. Ik ben nummer 9. Ja, maar mannen houden van competitie, hè? Daarom is voetbal uitgevonden. Ja, nou ja, precies. En daarom hebben we niet drukken uitgevonden. Eigenlijk hebben we het maar 1 keer gedaan, op beschuitje. De gadverdamme Roos. Nee, maar dat je niet denkt dat we elke week aan jij beschuitje jij stond beschuitje. Elke week beschuitje. Het is wel zo, Jan, als jij nou een beschuitje gaat eten, dan denk je er altijd aan terug. Ik vind het zo vies. Gingen jullie dan ook trainen door de week heen, met z'n drieën of zo? Dat je denkt van, dan gaan we met beschuitje niet de boot in naast de zaterdag. Hey Kim, waarom ben je eigenlijk een team gaan sponsoren? Ja? Oh ja, waarom is dat eigenlijk? Waarom ik een team ben gaan sponsoren? Ja. Ja. Nou, weet je, vroeger was het zo, dat heb ik gehoord, die seksclub Jap Jum, die werd sponsorde toen Ajax, ja. Een student, ja, inderdaad, Ajax. Nou, oh, een geintje. Nee. Maar een student. Beschuitje, bolletje sponsorde ze. En ja, het leek ons gewoon heel leuk. Plus, het is gewoon zo, weet je wel, je wil niet alleen maar in je eigen wereldje blijven. Je wil de wereld in. Precies. Nou, je wil dat de hebben we dan in. Eigenlijk letterlijk gedaan. En de voetbalploegen en zo, dat is wel een beetje onze wereld die we tegenkomen. Het is wel je doelgroep. Het is onder andere mijn doelgroep. Ja, misschien de hockeyers ook. Maar er zijn homoseksuelen, dat heb je nu gehoord. Maar waaruit bestaat de sponsoring eigenlijk? Kim. De sponsoring, nou, het bestond natuurlijk uit het feestje wat we gehad hebben. Oh, ja. Ze hebben pakken gehad. Oh, ja. Ze hebben mooie shirts gehad. Trainingsjasjes bedoel je? Trainingsjasjes. Ja. Ook ballen, ja. Kim. Ook ballen. Van Holland ballen. Harige ballen. Ballen niet. Wat heb je? Een sjaaltje? Ja, een sjaaltje, weet je wel, waar ze lekker mee kunnen lopen. Okay, ballen, daar moeten we nog op komen. Ja, meiden van Holland ballen. Nou, ik kan wel meiden een soort een ontwerpje bij je leveren, Kim. Hé, Jan, we moeten vaker met elkaar praten. Echt? Ja, praten. Dat lijkt me fantastisch idee. Je weet dat hij elk moment beschuitjes kan gaan beleggen, maar voor de rest is het prima. Kim, dat heb ik maar verzonnen. Jan, wat moeten de voetballers terug doen, Kim, voor de club? Is dat er een kleine clausule in de kleine letters dat ze nog meedoen moeten doen aan de ruk gangbang met Kim? Of Nee, maar ze zeiden wel al, we willen echt onze titel gaan verdedigen volgend jaar. Dus het is wel voor hun veel waard. Echt op de middenstip zeg ik hoor, gewoon. 1-1. Ja, eigenlijk wel, hè. En een beschuitje. Ik zie wel wat. Het komt goed. We verzinnen wat voor je. Dat is fantastisch. Hey Kim Holland, mag ik je ontzettend bedanken en heel veel warme situaties met kerstwensen. Heb ik het meer over de kalkoen dan... Zalig kerst. Zalig? Op allerlei manieren, zalig. Zalig kerstfeest. Nou, maak er iets katholieks van alsjeblieft, zeg Kim. Ja, dat wil ik niet doen. Ga maar lekker kalkoentje vullen, hè, met je maten. Hey, heb je niet gezien wat ik heb gedaan? Ik heb een orgasmeparty gehouden. Een orgasmeparty? Wat is dat dan? Wat is dat dan? Nou ja, op de dag dat de wereld verging, dacht ik van ja, dan moet je maar een knallend hoogtepunt. Het was Wereldorgasmedag ook, hè? Inderdaad, Wereldorgasmedag. Ja, jullie vergeten het even. Nee hoor, dat was ik helemaal niet vergeten. Ja. Maar ik had een orgasmeparty. Elke zaterdagmiddag was bij ons orgasmedag, wil ik eerlijk zeggen, in de kleedkamers. Hebben jullie een wereldrecord gevestigd of zo, Kim? Waar of geintje, wat was het met de orgasme? We hebben geen wereldrecord verbeterd, maar we zijn lekker bezig. Ben je zelf ook nog klaargekomen? Met 12 meiden, 7 jongens. Dus dan kan je toch wel zeggen dat je er wel gezellig is. Dat zal maar aan de geskwierd zijn geweest. Nou, zeker weten. En de dag is toch niet... Jawel, die was al voorbij. Ik wou zeggen, de dag is niet... Die was er niet voorbij. Hey, Kim, precies op het hoogtepunt. Ik wou zeggen, omdat het de einde van de tijden zou komen, zeg. Die dag is dan vlekkeloos voorbij gegaan. Maar is het natuurlijk bij jullie niet zo? Niet vlekkeloos. Jij zit helemaal onder de vlekken. Dag Kim, slaap lekker. Dag Kim. Dankjewel. Superkus. Hai. Wat een geleuter.
Wat een geleuter. Dat religieuze types er vaak bedroevende denkbeelden op nahouden, dat was reeds bekend. Waarom? De paus die liet ook weer eens wat van zich horen. De kastpoot zei dat homo's een rol die God hen heeft gegeven manipuleren en daarmee de essentie van het menselijk wezen vernietigen. Totaal van lotje getikt en bijzonder onaardig. En dat net voor de kerst. En dus, wel gratis nu 0800-121 en geef je mening over de stelling van vanavond. En die stelling is, Jan... De paus is een enorme paardenlul. En ik kan dat beeld van die beschuitjes... en hebben het weer over paardenlul en homo's. Het is ik ben toch even... Niemand heeft het hier over homo's gehad. In de war over jou. Nou goed, geeft ook niet. Maar de paus is, lieve mensen, stelling... is een enorme paardenlul. Dat was een soort... Dat is gewoon een soort competitieverband. Is dat rukken in competitieverband. Nee, maar het was ook niet helemaal waar, joh. Alsjeblieft, zeg. Je moet niet alles geloven. Ik heb je in je ogen gekeken. Jij gelooft alles wat in de media komt, joh. Ja. Dat is jouw probleem. Jesse! Hey, heren. Hey. Die paus is best een toffe vent. Een toffe vent. Ja, een toffe vent. Weet je wat het soort is? Het is een soort van zanger is het ook. Ja. Ik denk dat hij een beschuitje in zijn hoofd heeft. Een beschuitje te veel gegeten, denk ik. Ja. Goed. Maak het uit. Wat een geleuter. Gaat vanzelf voorbij, Koen. Ha, bel 0800-121 als je je mening wil geven over de stelling van vanavond. En die stelling van vanavond is niets minder dan... De pauze is een enorme paardenlul. We hebben Koen. Hi, Koen. Hey, gast, ik vind dat je dat niet zo 1, 2, 3 kan stellen, hoor. De pauze is een paardenlul. Ik bedoel, kerstmis is het feest van het licht. En ik bedoel, om de paus nou zo als paardenlul weg te zetten, vind ik gewoon een beetje onrespectvol. Hoe zou jij de paus willen wegzetten? Ik heb een speciale boodschap voor jullie, die gaat zo. Heren, jullie mogen dit niet meer doen, hier spreekt jullie God. Jullie mogen de paus echt niet zo beledigen. Anders kom ik jullie halen. Ik heb de 21ste van december heb ik jullie gemist. Geen vertrouwen meer in de mensheid. Ik ben het zo kwijt aan het raken. Kom ik jullie halen. Wat deze mensen zijn, je kunt ook zeggen, er zit een of andere mafjurk thuis, die zit in een echo-dinger in te kwakken. Ik wil jullie ook. We hebben moeite gedaan voor je, Jan. Nee, ja, moeite me reet. Dag. Wat een geleuter. Hey, Ricardootje. Hey, hele goede nacht, Janne. Kijk, eindelijk een normaal mens. Nee, ik vond het wel heel bijzonder om net God gehoord te hebben. Dat heb ik nog nooit gehoord. Nee. Ik denk dat het Koen was, hoor. En ik denk zelfs dat Koen niet eens Koen heet. Ik denk dat er hier een heleboel gekke shit gebeurt. Heeft Ricardo ook een mening? Oh ja. Ja, tuurlijk. Maar ik ga sowieso de paus geen paardenlul noemen. Want dat doe ik bij geen enkele oude man. Maar dat is een geruststellende gedachte. Zou ik bijna die neiging hebben, inderdaad. Nou, dat is... Dat kun je gewoon niet zeggen. Nee. Het is jouw innerlijke beschaving die je tegenhoudt. Maar eigenlijk vind je de paus ook een paardenlul. Dankjewel, Ricardo. Ik vond het wel heel goed, namelijk dat je de paars ook een enorme paardenlul vindt, maar dat je paars zegt een paardenlul. Nee, maar dat het niet netjes is. Nee. Oh, je gaat iets zeggen over iemand die onverstaanbaar praat? Echt? Ga je dat echt doen? Serieus? Dat is net zoiets als Stevie Wonder tegen iemand zegt van je kijkt niet echt goed. Dan ik zeg alleen maar beschuitje. Ja, oké, daar heb je me wel. Ja. Hey, Niels! Hey, goedenavond. Hey, hallo, Niels. Hey. We zijn er kiek natuurlijk niet voor. Wat zeg je? Ik heb een heel goed idee daartegen. Ik vind dat we die paus gewoon met een paar homo's in een tunneltje in Japan moeten zetten. Oh ja, tunneltje in Japan. En ik wil ook de groeten doen aan Saskia en Ilona. Ja, en aan Serge. Doei. Wat een geleuter. Ja, het is echt niet normaal, man. Ja, we hebben nog even. Volgende week komt er gewoon een minister. Ja? Ja, en dan hebben we dit soort mensen. Nou, we gaan niet goed, joh. Dan is de minister toch weg. Henkie! Ik hoop dat jij zo snel mogelijk van die radio afpleurt, Jan Rood. Hé, dan heb je de oude vertrouwde. Als je rond het op komt, dan slaat je toch uit je bek. Hé, Henkie. Wat een geleuter. Ik ben er toch, weet je, wat is nou? Dan weet ik nog steeds niet of Henk nou voor of tegen de pauze is. Nee, maar Henk reageert net op de stelling. Die zegt alleen maar, de volgende keer als je rondom ziet, dan slaat je toch uit je bek. Die kent ik, dat weet ik nog wel. Oh, oké. Hé, Paul. Ja, hier was Ivo Opstelten. Kijk eens aan. Nou, Ivo, zeg eens wat. Zo moe van. Weet je, het is toch, die laatste paar minuten van die show worden er toch wel vrolijk door dit soort dingen. Ja, word je er vrolijk van? Ja, nou, ik wil bijna van de brug af springen. Dag, ja. Paul. Hallo, Willem. Dag, Willem. Willem, wil je... Ja. Oh, Willem is heel normaal. Hele goede avond, Janne. Ja. Hi, Paul. Ik was trouwens nog even blij dat ik Kim Holland nog even hoorde spreken.
Oh, dat is leuk, ja. Ja, ja. Ja. Ik heb een ander woord voor paardenlul, en dat is hondenlul. Ja. Dat is niet een ander woord. Nee, maar dat klopt niet. Nee, maar dit klopt echt niet. Wat dan niet? Nee, klopt een niet. Ander woord voor een paardenlul kan natuurlijk geen hondenlul zijn. Nee, ja. Maar ik bedoel, in plaats van paardenlul... Ja. Oh, hartstikke goed. Mooi, Willem. En dan ben ik het helemaal met jullie eens. Oké, top. Nou, dankjewel. Ja, goed. Goede aanvulling. Ja, is toch mooi, hè? Deze is voor jou, want dit is een stukje gevaar wat er nu aankomt. Ja, Romeo. Oké, kom maar door dan. Ja, goedenavond. Ik bel namens de Pauls met de nuncius hier in Den Haag. Namens de Pauls, Nederland, bedankt voor de bloemen en de paardenlul. Ik zal ze in mijn reet stoppen op 25 december. Dag. Ongelooflijk, wij allemaal denken dat Zwarte Piet op 5 december is vertrokken. Joh. We hebben gewoon niet op de zender. Daar gaan we mee, hoor. Dat was een urban poetry, was dit. Hey Bas. Bas. Goedenavond, mannen. Ah, we krijgen een serieus noot. Ik zal even eerst zeggen, ik ben inderdaad serieus. Ik ga geen rare dingen roepen. Oh. En ik zal even wat nuance aanbrengen. Mooi. Ja. Er heerst nu een actie geen bloemen voor de paus. Ja. De paus is tegen homo's. Ik bedoel, ik ben er zelf niet van, maar ik vind als je zo ongenuanceerd doet... Je hebt wel eens een beschuitje paus, gedaan. Ja, een paardenlul, dat gaat me iets te ver. Maar misschien kunnen we gewoon als grap alleen maar roze bloemen sturen naar de paus. Want dat geen bloemen naar de paus, dat hakt een beetje te veel in op onze slechte economie. Rozenbloem, goed idee. Ja. Wat een geleuter. Wat een geleuter, zeg. Een naneuken met die andere. Het wereldrecord naneuken. Gaat het nu beginnen. Ja, hop. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt de heer luisteraars. Volgende week zit hier niemand minder dan minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk. Want ik beloof jullie goede gasten en dan krijgen jullie goede gasten. Namens Jan, namens mij, de Kabouter en alle andere mensen. Een hele lekkere, bloedgeile kerst. En tot volgende week. Kerst. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Ik kan mij dan ook helemaal kapot ergeren aan... Pardon.